We zijn terug, Biohackers Podcast, aflevering 11. En we hebben weer een nieuwe guest voor jullie. Het is denk ik onze beste Mattie van ons allemaal dat we hier tussen hebben. Het is de enige echte Huub Jacobs. Ik zal nog even iets meer over hem vertellen. Hij is 25 jaar. Hij is zowat het gezicht, samen met Hakka natuurlijk, van One Love Board Shop in Antwerpen. Daarnaast is hij ons ook, van Dylan en mij, onze oude huisgenoot. We wonen nu ook in dezelfde building, hè, voor nog eventjes. Hij is een fresh jiu-jitsu blue belt. Hè. Congrats nog, by the way. Dat is echt een hele achievement. Props to you. Hij is ook mijn doggy sit voor Gypsy. Dus die props moet je ook krijgen, man. Echt waar, love naar jou. Hij is veel met cold plunges bezig. En ook waar we ook over gaan beginnen praten zijn over onze tripavonturen, man. Want die hebben we zeker ook genoeg gehad. Dat denk ik ook. Dus, ja, welkom, man. Dankjewel. Ja, echt excited dat je kon komen. Ja, we wilden jou eigenlijk echt al plannen als een van de eerste guests. Nummer 1 eigenlijk, of 2, vanaf dat we begonnen. Ja, maar jullie nemen op woensdag. En dan moet ik altijd trainen. Daarom, dat is het ding. Ja. Ja, daarom, die blue belt komt niet zomaar. Nee, daarom. Een beetje dedication. Maar toch, vandaag heb ik ook training geskipt. Dus eigenlijk kon het wel eerder. Maar ja, snap je, soms moet je sacrifices maken voor je vrienden. Ja, daarom. En ergens hebben we je een beetje, ja, misschien is het een beetje fout van ons, maar we hadden zo van... Je bent zo'n goede mattie van ons. Jij kan altijd komen, weet je wel. En dan hadden we echt iemand dat we dachten van... Oh shit, die is op onze uitnodiging ingegaan, toch? Denken we van, ja... Jouw green card kunnen we nog wel gebruiken. Ja, daarom. En het idee was eerst ook eigenlijk al een paar weken geleden... om een soort van MMA watch-along cast te maken. Dat kon ook gewoon part of de podcast zijn. Maar die is uiteindelijk ook... It fell through. Ja, dus. Want het was dan weer om 6 uur 's nachts of zo. En daarom, soms moeten jullie vooral eens slapen. Laatste tijd. Ja, maar dat is wel een vet idee. Ik denk dat als er nog eens hier in de buurt een UFC event is, of toch in Abu Dhabi of zo, dan moeten we dat echt wel doen, man. Ik denk dat wel een vet is. Echt zo live commentaten. Ja, niet eens commentaar geven. Nee, maar gewoon kijken. Ik hoorde daarnet een podcast, toevallig, van Joe Rogan. Met zo een of andere guy, Dave nog iets, zo'n rapper. Mm-hmm. En hij was ook aan het vertellen dat hij ondertussen ook zijn eigen podcast heeft. En basically ook gestart is door het luisteren naar Joe Rogan en al zijn gesprekken. Maar hij vond het zo nice dat... Ja, door het luisteren naar zijn podcast, dat hij zich een beetje voelde als zo een fly on the wall. Dus gewoon een vlieg die zo gewoon present is en luistert naar zo vrienden die een conversatie hebben. Ja. En dat is vooral in zo'n watch-along ook echt de bedoeling uiteindelijk. Toch? Daarom. Het is niet de bedoeling van dat wij de commentaar van zo'n DC en John Anik gaan overnemen. Nee. Dat zouden we ook niet kunnen, man. Nee. Ik zweer, shout-out John Anik, hoe hij ads tussen zijn commentaar gooit. Ik vind hem steeds knap, man. Ik zweer het. Die man verkoopt printers, terwijl dat hij de UFC aan het commentaten is. Ja, dat is echt gek. Dat doet wel ziek. Ja, dat doet hij wel echt goed. Ja, man, maar dat is wel een vet idee om te doen. En inderdaad, maar ja, dat is ook vet. Bijvoorbeeld bij Joe Rogan, daar wou ik zeggen dat als je daar dan bijvoorbeeld aan het kijken, maar daar zit echt high level guest, toch? Dus daar ben je een fly in the wall met wel zieke mensen, toch? Snap je? Ja, dus maar hij had het ook meer over, want oké, tuurlijk, er zijn nog steeds zieke guests. Er was dan Eddie Bravo en Brian, wat ik nou weer? Ja, Sharp. Ja, snap je, dat zijn Brandon, inderdaad, zegt dan, nee, Brian Callum, ja. Zijn vrienden, dat is ook al wel een gekke groep, maar dan is het niet echt een interview over iemand, toch? En nog steeds vond hij het nice om daar gewoon naar te luisteren. En dan maakt het dus niet echt uit wie dat er zat, maar gewoon om de conversatie te volgen. Dat maakt het niet uit wie dat er zit, zeg maar. Nou, let's go, we gaan nog wel van format een beetje... proberen en doen, toch? Maar Ewa Huub, eventjes terug over naar jou, man. Daar zit er wel iemand, dat is juist... Daarom, vandaag gaat het wel over iemand, hè. Dus ik wil sowieso eventjes duiken over heel je achtergrond met skaten en One Love Board Shop, man. Denk ik ook een goede starter. Ja, daarom leg even die actie uit die jullie vandaag hadden. Bijvoorbeeld, gewoon een... om mensen even warm te maken. Ah, die van de dinges. Ja, van de... Ja, Sinterklaas. Maar als die dit luisteren, dat is maandag. Dat is al gedaan. Dan is hij net gedaan. Maar iedereen die is geweest en dingen heeft gekocht, dankjewel. Love me. Love you, love me. Niet je laatste spaarcenten. Ja, daarom.
Nee, dat denk ik niet. Maar ja, hoe skaten is begonnen, dat is... Goh, dan moet ik even helemaal terug naar Hoogstraten, waar ik ben opgegroeid. Grotendeels van mijn leven. En ik denk dat het Thomas Dankert was, die het eerst een skateboard had in de buurt. Okay. Maar ja, Thomas. En ik had echt zo'n rommel skateboard gewoon gekregen van zo'n 10 euro of zo. Snap je? Die, dat bewoog zo echt slecht, dat reed niet. Ja. En wij begonnen gewoon met zo'n beetje, zo van een oprit die zo'n beetje schuin was, gingen we gewoon zo zitten. En dan gewoon van die oprit af en dat was zo de eerste level van zo, oké, dat was leuk. En Thomas had al echt een shopdeck dan? Of? Nee, die had ook nog wel zo'n rommel. En toen, voor denk ik Sinterklaas of iets, hebben we denk ik allebei dan zo'n beter skateboard gekregen. En dan, of ja, beter, dat was dan iets dat een beetje kon sturen, maar nog steeds niet van skateshop. Zo, je kent toch wel zo die, je hebt zo die klasse, zo, je hebt zo de echte rommel. Ja. Dan heb je zo'n speelgoed dat zo 80, 90 euro is, dan ben je zo van, oké, daar kan je op skaten, maar als het echt begint te lukken, gaat dat niet lang houden. Ja. Maar, en dan heb ik een echt skateboard gekocht op een gegeven moment. Maar eerst met die ene medium brak, heb ik pak denk een jaar geskaten of zo. Ja. En toen begonnen wij zo'n beetje van, je kan erop staan en je, ja, proberen zo wat uit te vinden van hoe kan je springen. Maar dat was allemaal nog onmogelijk. En toen bij mijn moeder, die werkte op een gegeven moment, volgens mij was het AS Adventure of zo, en toen werkte daar een guy die zo echt zou skaten. En had mijn mama verteld van, oh ja, mijn zoon die doet dat ook af en toe. En had hij zo gewoon zo stickers meegegeven of zo van zo'n skatemerk. Toen was ik echt zo, wow, en een kapotte plank. En toen was ik echt helemaal zo, shit, wow, deze guy doet dat echt. En daarbij was een sticker zo van Danny Way, dat hij zo over de Chinese muur heeft gesprongen. Die heeft ooit met zo'n megaram. Wow, en dan zo over die Chinese muur. En voor mij toen, dat was echt zo van, dat kan niet. Ja, en met dat ding. Ik zweer het hoeveel ik dat tegen mensen heb gezegd toen. Zo, en mensen zo, nee, dat kan niet. Ik zo, ik zweer het. Ik heb dat gezien, maar ik had het op YouTube toen al gevonden. En ja, dat was gek. Maar eindstaat dus, toen ben ik zo wat meer beginnen zoeken naar, oké, wat is dat? En toen kwam ook, denk ik, net Tony Hawk Pro Skater 4 of zo. Of die was niet net uit, in ieder geval, ik had die net. Ja. En toen, de intro van die game, als jij dat opzette, was echt gewoon zo skatevideo's. Gewoon zo echte, zo clips van die skaters die in die game zaten, ja. Die dan zeg maar weer zo afgespeeld van, oh, die zitten in die game, maar dat waren dan echte video's en ik was zo, fuck, dus eigenlijk zo street skaten voor het eerst, want voor de rest had ik eigenlijk nog niet iets gezien. En toen ging ik altijd gewoon zo die game spelen en aan tijd deed ik gewoon zo de PlayStation aan en ik had gevonden bij Options, kon je zo die clips zo helemaal zien van iedere skater, dus ik was zo van, dan skate ik zo'n clip en dan was ik zo hyped, dan ging ik zo naar buiten, ging zo op straat zo wat dingen oefenen en aan tijd was dat echt zo, zag mama ook wel van, oké, vind je dat echt leuk? En dan heb ik gewoon met al mijn verjaardagsgeld ooit. Ik had echt zo, denk 400 euro of zo. Mm-hmm. En ik dacht zo, wow, ik ga dat allemaal spenden op een ik had geen idee hoe duur dat was. Ik wist gewoon van, dat gaat duur zijn. En toen aanstand, heb ik dat voor 200 euro of zo, iets meer misschien, een heel deck samengesteld. Dus ik was zo, oh shit, ik heb nog de helft over gezet. En toen is dat echt beginnen rollen, dat skaten. En, Ja. Ja, toen ben ik, ja, delen is volgens mij ook rond die tijd een beetje begonnen. Want ja, hoe oud waren jullie toen in Hoogstraten? Ik was net te denken, dat is 15, 12 jaar. Ja, ik denk echt begon met skaten, was ik denk laatste jaar lagere school. Toen begon dat echt. Dus groep 8 of 6 leerjaar. 11, 12 of zo. Ja. Zoiets. Die leeftijd ben ik denk echt begonnen. 15 jaar geleden. Daarom, want als je dan spreekt over de tijd dat je met Thomas van de oprit aan het rollen was, dat is misschien dan nog een jaar of twee daarvoor. Ja. Daarom, dat was zo'n beetje van, ik heb er wel zo'n fases van ineens, je vindt zo dat speelgoed. En toen dat je zei van, was jouw neef die jij had zien skaten? Of nee. Niet, dat was gewoon iemand die bij mijn moeder werkte, maar ik heb die nooit echt zien skaten. Hoorde daarvan? Ja, hij vertelde gewoon van, hij skate hier, geef hem daarom, dit en dit en dat. En toen ben ik zo Tony Hawk gaan spelen, toch? En dan ben ik zo die video's gaan zien. Ja. Maar ik wou zeggen, want toen de tijd, dat lijkt misschien raar om te zeggen, maar 14 jaar geleden of zo, was dat gewoon best wel out of the ordinary om zeg maar een skater nog te zien, toch? Ja. Die scene was helemaal nog niet zo groot als nu. Ja. Ondertussen heeft een hele pop culture. Olympic. Ja. Nee, maar ook het feit dat jullie uit Hoogstraten kwamen. Verhoging gaat. Dat jullie uit Hoogstraten kwamen. Hè? Het is een stad, maar het is eigenlijk gewoon een dorp, toch? Mm. Je hebt daar niet heel veel mensen dat het daar ook deden. Nee, ja, uiteindelijk, toen ik echt begon, de harde kern had je wel zo'n beetje, was wel oudere gasten die dat deden. Ja. Shout-out Dil van den Berg. En
ja, toen zijn we zo'n beetje bij hun terechtgekomen, denk ik, toen wij zo 12, 13 waren. En hun pakte ons zo wat mee zo naar zo'n ja, skatepark en zo'n spots. En toen zagen we zowel ja, wat er zo nog wat mogelijk was. Ja. Maar ik denk de eerste keer dat ik echt iemand een kickflip heb zien doen, was gewoon met een kinderfeestje. Toen skate ik zo'n beetje en toen waren we in Breda gaan bowlen. En wij lopen langs zo, je hebt zo die cinema, daar heb je zo die grote trappen. Ja, ja, en toen ja, zag ik iemand die kickflip, ik weet nog steeds niet wie dat was, want uiteindelijk heb ik hem waarschijnlijk nog wel gezien. Legend. Maar toen was ik echt, ik stond daar echt van zo'n minuut zo stil en ik zeg zo, what the fuck? Hij kan gewoon van die trap zo, dat draait en hij landt. Want vroeger, ik weet nog, als mensen zeiden dat die iemand kende dat die kickflip kon, vroeger in, bij ons in het dorp was echt zo, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat is onmogelijk, omdat we dat nog niet hadden gezien. Nee. Ja, en zo is dat dan een beetje... Ja. Ja. Maar ik vind het wel grappig, want jullie zijn dan opgegroeid en ik ben eigenlijk, die tijd ben ik niet met jullie opgegroeid. Ik zat dan meer in Merelen en dat waren dan ook skaters, maar die waren dan wat jonger. Hè. In Breda zaten dan ook een paar, hè, Kas bijvoorbeeld. Maar vond ik grappig. Iedereen keek op naar jou, man. Ja. Iedereen is zo van, ja, ja, dat jullie inderdaad met twee, jullie waren echt zo die gekke skaters, toch? Waar iedereen zo van, oh shit, ja, de skaters van de buurt, die zijn hier, toch? Ik vond dat wel mooi dat jullie echt wel... Boeren buiten legends. Ja, maar boeren buiten legends. Nee, Jeff erbij, we waren ook, en Tom en zo waren altijd daar. Ja, jullie waren echt, echt zo'n klikje, toch? Ja, ja, echt op woensdagen gewoon 10 uur lange sessies. Je gaat daarom, je bent er om 12 uur... meteen naar school en dan ga je om 10, 11 uur naar huis. Ja. Je hebt eten al mee, alles. Ja, maar en zo uiteindelijk... Het mooie vond ik toen wij net samenwonen, heb je mij zo'n paar keer meegenomen naar skateplekken, naar contesten en naar skateparken en zo. Maar wat zo vet is, is dat jullie zo ondernemend zelf bouwen en zo. Want dat jullie zoiets hebben van, oké, fuck it, er is hier een spot... Maar we moeten die nog pimpen, toch? Snap je? We gaan hier nog dingen maken, nog bijvoeren en nog dit en nog dat, weet je. Oh, ik vind dat echt nice om te zien, toch? Dat is ja, vooral het nice aan skaten vind ik bijvoorbeeld... ik en Dylan en Thomas zijn ooit naar Kopenhagen, Stockholm en Malmo geweest. Gewoon zo'n trip. Ja. En we gingen gewoon skaten. Snap je? Normaal mensen gaan naar Scandinavië, gaan die doen. Die gaan daar zo leuke restaurantjes en zo winkels doen. En wij hebben gewoon zo'n plank bij en wij zitten... ineens niet meer in dat centrum, maar ergens in zo'n achterbuurt, gewoon omdat wij zo hebben gezien van, ah, daar is zo een vijftrap die mooi te skaten. Snap je? Ga gewoon zo zoeken naar shit. En zo kom je echt in die stad en niet gewoon zo als een toerist, zo dat je gewoon zo wat rondwaalt. Wij zijn echt zo op een missie van, oh, we moeten dit punt zoeken, wij vinden dat, wij skaten dat. En dan ben je ineens in een helemaal andere achterbuurt of zo, leert je weer mensen kennen. En ja, daarom vind ik skaten, dat is zo anders dan gaan voetballen of zo. Snap je? Dat is zo want laatst was je nou Portugal? Nee, Portugal. Portugal. Ja, dat was toen je met Alice en dingen en was gegaan. Oscar, dat was ook Portugal. Klopt. Nee, inderdaad, toen ben je ook zo naar spots gegaan en ben je heel andere plekken. Ja, toen waren we vooral waar we gaan surfen, maar uiteindelijk hebben we onze planken bij en dan ben je ergens en dan zo, hier kunnen we even skaten. Dat is ook gewoon leuk, want dan heb je eigenlijk altijd... Snap je, dat vond ik leuk aan die skate reizen. Normaal vakantie, je moet echt zo van, oké, vandaag gaan we dit doen. Of je kan ook relaxen en heel dag niks doen. Maar je moet normaal zo echt zo plannen met skaten. Gewoon, je weet, we gaan gewoon opstaan. Ja. En je kan heel de tijd skaten, je kan even aan de kant zitten. Dat is gewoon zo echt zo vrij. Ja, sorry, we hebben hier twee vrienden achter ons en die kunnen nogal lawaai maken soms. Ja, dat zijn beste matjes. Ja. Maar als je dan kijkt, inderdaad, zeker Huub. Jij had echt die stijl en zo en jij skaten, jij was echt goed. Maar als je kijkt naar zo de... jouw vrienden uit Merelen keken dan op naar Huub. Hmm. Ja. Maar als je vandaag de dag kijkt naar de level van de skaters van 10 jaar, 12 jaar oud of zo, dat is niet normaal. Nee, dat is echt abnormaal. Laat maar zien hoe dat wij 10 jaar geleden, hoe weinig dat er nog... going around was. Er was ook geen YouTube waar je gewoon een trick kon opzoeken en dan tijdens kijken naar je gsm. De Bergs was net aan het beginnen eigenlijk. Hè. We hadden ook het begin daarvan gezien en zo. Toen waren we echt nog jong, maar dat is die tijd. Hè. Toen je kon niet zo makkelijk gewoon tricks opzoeken. Nee, ik weet nog met Brent Snoeys, toen we hadden zo één website en daar stonden zo 20 tricks op of zo van zo... per zo klasse van zo easy, medium en dan zo hard of zo. En dan zochten we zo'n trick waar we aan bestuderen en dan gingen we zo proberen op die oprit. Maar dat is ook het goede aan skaten, denk ik, dat gewoon dat is goed voor je leert zo van oké, als ik dit wil leren, moet ik echt gewoon vallen 1000 keer proberen. Echt gek. En dat maakt het, ik weet niet, daarom
altijd als ik zo jonge skaters zie, ben ik ook altijd wel van, oké, zie je, dat is goed dat die dat doen. Die, zeker in deze tijd, als je ziet hoe makkelijk dat is voor die generatie om gewoon zo opgeslurpt te worden door social media en games. Ze hebben games waar in onze tijd al te verleidelijk. Laat staan als jij die PlayStation 5 hebt. Ja. Gevaarlijk. Ja, het is inderdaad, je wordt er wel echt, je leert wel van jongs af aan gewoon vallen en opstaan, toch? En als je iets moet leren, dat je dan gewoon 100 keer moet proberen om iets te halen. Maar ja, zo leer je het ook op de goede manier. Waar. Ja, maar het is daarom, je kan het dan zo wel leren, maar je leert het nog sneller als je zeg maar iets hebt om het naar te modelen. Ja, zeker. En dat kwam na een tijd wel, want na een paar jaar waren er wel video's en zo op YouTube en er waren er ook al wel wat, maar nu tegenwoordig kan je gewoon alles opzoeken. En dat versnelt het proces gewoon. Dat wil niet zeggen dat iedereen kan gaan skaten. En ook wat jij zei van de omgeving waarin dat je zit, als die nog niet eens een kickflip heeft gedaan, dan ben je zo van, wow, dat is echt onmogelijk. Dan is het level is kickflip. Ze zeggen toch altijd van je groeit eigenlijk. Eigenlijk zelden bij iedere sport, degene die het beste is in die gym of in het skatepark, dat is zo de max dat mensen gaan halen en dan moeten die zelf exploren. Wij waren elkaar de hele tijd aan het one-uppen, maar vanaf dat jij meer naar Antwerpen ging en daar de hele tijd zat skaten, snap je, dan gaat je level automatisch omhoog. Ja, turnout. Turnout, ja. Eerst turnout. Tilburg. Tilburg, overal. Ja, dat vond ik ook wel vet, toch? Dat je echt naar op jonge leeftijd al naar verschillende steden ging en naar zo'n skatepark en zo. Dat is echt wel graaf, toch? Ik weet nog, Anthony, die heeft de eerste keer gefixt dat ik zo naar Turnhout mocht. Want echt? Hij was zo de oudste, hoe oud zou hij zijn dan? 15? Nee? Ja. Eén of max 2 jaar. Ja, daarom. Ik denk dat hij 1,5, 2 jaar. Dus snap je dat hij misschien zo vroeg op jarig was, dat hij zo ouder leek. Zo, okay? Dat is zo maar hij was sowieso wel groot en zo. Ja, en het ding was dus, hij wou naar Turnhout met ons en ik had dat gevraagd en toen zei mama van, maar wie gaat dat doen? En toen zei ik van, Anthony. En toen had Anthony een hele lijst gemaakt van, we pakken op dat uur bus en dit en dat. En dat was echt zo'n hele schema. En toen was mama zo, oké, is goed, met die gast mocht jij mee. En toen zijn we gewoon naar Turnhout gaan skaten. Ja, en toen kwam ik zo voor het eerst echt zo in de City Life, toch? Want die Hoogstraten, je ziet daar niet echt heel veel. Dan moest je naar Merksplas gaan, denk ik niet, wat skaten. Ja, Merksplas, maar ook Turnhout had je zo de Boneyard. De Boneyard, Legendary spot. En, toen had je ook Blauwe Park in Turnhout. Blauwe Park, dat was ook even hard. Ja. Blauwe Park? Dat was gemaakt van zo'n oude verkeersborden, dat was echt cool. Echt? Ja. Waar was dat dan? Ja, zo dicht bij de ring, hè? Echt? Ja. Mijn broertje zat er, dat heet zo talentenschool of zo. Ah, de talentenschool. Ja, daar, echt daarachter was ze. Ze was schuinachter. Ja. Nee, zegt me niks. Maar ja, maakt niet uit. Nice park, ik wist niet dat je dan nog een park had. Maar dat is ook op een gegeven moment weggegaan en dan stond er een deel terug. Ja, maar dat is vaak met zo'n skateparken, dat is zo niet echt een gewilde plek naast de huizen meestal. Je had ook wortel. Ja. Wortel is eigenlijk echt begonnen voor ons. Ja. Er was dus een skatewedstrijd in Wortel, zo het dorp naast ons. Ja, mensen, dat heet echt Wortel. Wortel. En het ding is, ze hadden daar zo achter een soort parochiezaal, hadden ze dan zo'n stuk asfalt. En daarop hadden ze voor die contest met hout zo'n skatepark gebouwd. En er kwamen zo zotte skaters toen in die tijd, van zo'n turnout, zo. Ja, wie waren dat? Zo Dieter Nijs, Ramzi, Sammy was er toen ook. Echt zo al die boys waar we dan eigenlijk jaren later gewoon soms mee gingen skaten. Snap je? En toen waren we echt zo, dat waren echt zo groot. En die kwamen zo skaten. En toen konden wij op zich al een beetje skaten. Ik kon al zo kickflip, denk ik, varial flip. Ja, we waren niet slecht. Gewoon zo dubbel flip. Manuals en zo. Maar toen had ik net mijn arm gebroken en die zat zo helemaal zo in een gips. En die tijd. Dat was de alien bunkdeck tijd, hè? Nee? Ja, denk ik ook. En toen kwamen we daar op dat skatepark en we zien al die gasten bezig, zelf ook zo skaten. Maar ze hadden gezegd van, we gaan dat park bouwen alleen voor deze contest, omdat ze zo dat wouden organiseren vanuit Hoogstraten. En dag na die skatecontest, we breken alles af. Maar wij waren echt zo, bro, we hebben helemaal niks om te skaten, voor ons is deze echt fucking goed. En gewoon omdat het zo'n succes was die dag, hebben ze daarna gezegd van, oké, het mag even blijven staan. Echt? En dat was eigenlijk misschien zo'n max een maand. Dat was heel gevaarlijk ofzo, dat mocht daar echt niet staan. Ja, gewoon dat voor zo'n skatepark moet dat allemaal zo voldoen aan zo eisen voor de veiligheid. Dat park ging echt niet voldoen aan de eisen.
Nee. Was dat zo'n sketch? Zeker na een paar eerste twee maanden of zo was echt safe, maar na een tijd, ja, zo die latjes komen los, dat hout begint zo los te komen en dan begint je heel splinters te zien. En, maar in ieder geval, uiteindelijk, na een maand was er nog, twee maanden was er nog, uiteindelijk heeft dat hoe lang gestaan? 3 jaar of zo? En uiteindelijk hebben we op een gegeven moment zelf zo wat nieuwe platen op zo sommige dingen gedaan. Ja, nieuwe rails. Zelf rails gefixt, ja, echt gewoon een zo bank. Uitgebreid. Ja. Maar echt de bank gewoon. Dat waren echt de tijden dat ik echt zo het meest addicted was aan skaten. Dat echt gewoon zo, dat was het enige wat ik echt wou doen. Dat waren 10 uur per dag tijd. Ja, mensen echt denken 10 uur, dat was gewoon thuis. Ja, letterlijk. In vakanties, zo'n vakanties waren zo, wij komen, wij, in ieder geval, wij staan op 9 uur, wij eten even iets, we gaan naar skatepark. Ik ben daar om 10 uur 's ochtends. Vroeger, ik check in. En dan wij skaten, en dan komen er zo mensen gewoon zo, Tom, deel, iedereen komt zo wat aan. Maar dan geskate zo heel de dag, rond 6 uur, iedereen zo, oké, we gaan eten. Eten en dan het terug. Iedereen eten, zo'n kwartier terug fietsen, eten, oké, ciao, boem, terug tot 10 uur, tot het donker wordt. En dan terug naar huis, de dag erna gewoon hetzelfde. En dat is heel de zomervakantie. Of wij moesten zo afspreken van, gaan we morgen nog eens naar zo'n skatepark, of gewoon spot skaten in de hoogste. We zijn weer terug. Niks gebeurd. Even opnieuw beginnen. Kleine techniek. Ja. Nee, maar ja, wel gek dat je inderdaad zo innovatief moest zijn, toch? En een beetje zelf moest bouwen en overal naartoe kwam. En wat ik ook graag vind, is dat je het echt heel snel hebt getransferd naar ook je carrière, man. Ja, onbewust. Ja, dat je onbewust terecht bent gekomen onbewust, in de skateshop. Bewust. Ja. Bewust, onbewust. Het, vroeger, hè, elke keer als je gewoon maar zou vragen aan Huub van wat is jouw droomjob? Dat was altijd zo, oké, een skateshop ownen. Maar dat is net zoals iedereen hier in elke kamer, in onze kamer, die iets denkt van oké, wat is jouw droomjob? Ik wil een company runnen en dat doen. Mm. Maar dat lijkt zo ver weg van de realiteit. Hè? Dat lijkt zo ongrijpbaar. Ook bij Huub. Totdat hij ineens skateshop owner is. Toch? En nu is dat owner, zo. Owner. Co-owner. Nu is dat zo. Oké, tuurlijk. Hè, Huub is daar. Maar ja. Dat is wel vet. Ja, want jij wil het al lang. Ja. Het is geen coincidence. Nee, ik heb ooit in het laatste leerjaar, zo van de lagere school, moesten wij met moesten twee interviews doen voor een job dat je later wou doen. En ik ben gaan praten met een architect. Omdat ik dacht, wow, dat is wel vet, zo hazentek. Mm-hmm. En die andere dat ik mee ben gaan praten was in Bonk, zo in de skate shop. Dat was Jeroen, heette die guy. En nu, Jeroen is nu, heeft hij zo 9-yard skateparks. Dat is echt zo de grootste supplier, denk ik, op het moment, zo van België en Nederland, van al die betonnen parken. Want die was toen echt al zo bezig met zo bouwen van minirampen. En, Egemond. Dus eigenlijk was hij een beetje de twee, architect en skater. Ja. Holy shit, dat is wel vet. En hij werkte bij Bonk dan? Ja, hij heeft er echt lang gewerkt. Want Bonk, voor de mensen die niet weten, dat is de skateshop in Breda. En dat was vanaf kleins af, van vroeger was dat eigenlijk echt al een hele familiale shop, ja, toch? Ja, zeker. Dat is echt, daar kwam je echt zo, dat is een andere ervaring, zeg maar, om in zo'n shop te komen. Kwam je een spruit halen? Ja, je kwam daar gewoon binnen om gewoon even te lullen, toch? Snap je? Ja. En dat vind ik dat je nu bij One Love, ik zei het gisteren of vandaag, zei ik het ook even kort, maar maat, dat is echt gek hoe hard dat in One Love ook zo is, toch? One Love Workshop is hoe hard je die familiale band daar hebt gecreëerd, man. Dat is echt crazy. Ja, daarom, maar dat is ook de reden dat ik er gewoon er blijf werken en zo, snap je? En dat dat leuk blijft, want ik zeg ook vaak tegen mensen van een gewone winkel, dat we echt geen maanden zien. Snap je, als dat gewoon een normale kledingwinkel is, dat gewoon heel dag alleen stok aanvult en dit en dat. Hier bij ons is gewoon echt zo, oké, we moeten ook heel veel werken. Dus snap je, buiten dat is het gewoon altijd, als er mensen zijn, is dat voor ons ook gewoon leuk. Snap je, het is uiteindelijk een klant misschien, maar jij blijft, in ieder geval voor ons ook gewoon meestal iemand of we kennen die, of er zijn mensen, hun kinderen skaten of dit of dat. Dus je hebt altijd zo sowieso onderwerpen waar je gemeenschappelijke punten hebt, zeg maar. Ja. En zo, snap je, ik denk ook als je met de mindset met mensen praat van ik wil alleen iets verkopen, dan ga je zelf ook maar een saaie dag hebben, snap je? Soms vraag je gewoon iets, en of hun vraag is aan u van dit en dit, en er vloeit zo'n gesprek en aanstaande ben je ineens zo aan het verkopen, maar ook het gij deze gesprek gehad dat voor uw dag ook gewoon leuk was, snap je? Juist. En
Die persoon vergeet eigenlijk bijna dat hij daar iets om te kopen. Die is gewoon aan het lullen, toch? En dan voor die het weet heeft hij spinpas. Ja, ook. En ook gewoon, ik denk, die mensen wouden sowieso al iets kopen. En nu zijn ineens ook voor hun gewoon leuk geweest. Want ik denk dat ook gewoon belangrijk is. Want anders kon er even een online shop zijn, toch? Als wij daar, ja, precies. Want je zit natuurlijk wel met in Antwerpen met een andere shop, Lockwood. En dat zie je dan ook alweer in meerdere steden, is dat je meestal heb je zo één skate shop per stad een beetje. Hè? Dat is de winkel van de stad waar dan de skaters naartoe gaan. Maar ja, je zei het net in de auto, hoe dat eigenlijk, hoe dat nu een beetje andersom aan het lopen is, dat jullie toch ook wel echt een hele degelijke naam aan het krijgen zijn. Maar ja, omdat je zegt, het is daar waarschijnlijk een stuk minder familiaal, een stuk minder persoonlijk. Die zijn gewoon te groot geworden, denk ik. Maar uiteindelijk, Semper zijn sowieso nog genoeg skaters, denk ik, die naar Lockwood gaan. Want Lockwood nog steeds, Semper, ik ken ook bijna al die guys allemaal. Tuurlijk. Maar gewoon van, hun hebben gewoon meer al een kledingwinkel en dan een skateshop. En ik denk dat daar ook gewoon een beetje, dat verdeelt al het publiek. Ja. En ja, ik weet niet, bij ons, bij One Love, dat is gewoon echt een kleine winkel. Ik denk dat de winkel, man. Want we hebben echt al vaak gedacht aan, moeten we niet verhuizen of dit of dat. Maar ik denk ook, van uiteindelijk zou ik blij dat we dat niet hebben gedaan. Omdat we zijn van, maar nu is dat mensen, iedereen weet, het is hier gewoon gezellig klein. Ja. Als je zo'n grote winkel gaat, moet je al meer security hebben op kleren. Moet je al, gewoon zo, je moet al veel meer kosten gaan maken en het minder gezellig maken eigenlijk. Lockwood zit alleen in Antwerpen. Ja. Ja, maar die zijn wel misschien iets meer gecommercialiseerd en meer corporate kant opgegaan. Ja, dat is. Waardoor dat die meer van bovenaf gestuurd zijn of zo. Ik heb het gevoel dat omdat bij jullie zit echt Hakan en jij zitten daar. Dat is echt de one love, de hart van. Ja, dat scheelt ook. Want uiteindelijk ook inderdaad. Vroeger was dat ook van dingen, van Sven van Hoogstraten. En die heeft dat nu een paar jaar geleden ook zo verkocht, denk ik. Of half, of niet al, dat weet ik niet precies. Ga ik ook niet over praten. Maar ik denk dat dat ook gewoon het ding is. Vanaf als wij dat nu ook zouden verkopen, is het niet meer dezelfde winkel, toch? Snap je? Dat is, het gaat ook een beetje om dat wij een community creëren waar, snap je, wij ook niet gewoon kunnen van zeggen van, zet daar maar iemand. En die regelt dat wel, snap je? Daarom, om mensen duidelijk te maken dat zelfs al zijn er twee concurrerende shops, er wel gewoon een liefde is naar elkaar, hè? Vertel eens hoe dat we in Sven Aerts zijn miniramp terecht zijn gekomen. De eigenaar van de Lockwood van vroeger, hij had een miniramp in Hoogstraat, waar wij woonden. Yep. En wij gingen daar dus echt vaak skaten, in ieder geval stond bij zijn ouders. En we gingen daar vaak skaten en na een tijd iets te vaak, dus dan hadden ze een slot op gedaan. Van zo een ketting over die miniramp. En toen moesten we altijd zo gaan vragen bij die vader: mogen we alsjeblieft? Het ding is, we moesten van tevoren ook eigenlijk al vragen, maar we hadden zo'n gat zo. Die woonden bezig, of dat was op een paardenstal naast een tennisvereniging. Ja, en als je die tennisvereniging binnenging en dan zo door de heg was ergens een gat en dan kwam je bij de buren uit. En zo kwamen we dan zomaar op die. Daarom. En pas, hè, die shout-out naar Brent. Daar heb jij toch ook leren droppen voor het eerst? Ja, dat is. Daarom. Maar toen ben je bij hun gaan skaten en toen. Of ben je bij zijn trein terechtgekomen om te skaten? En dan bleek dat jaren later dat de eigenaar van Lockwood was. Ik wist dat toen helemaal niet. Toen was dat gewoon zo van dat is. In ieder geval op een gegeven moment wist iemand dat wel van die heeft een winkel in Antwerpen. Maar ik ging altijd naar Bonk, want dat is de eerste shop waar ik ooit ben geweest. Ja. En toen ging ik vaak naar daar. En hoe ik dan bij One Love terecht ben gekomen is, want vroeger was One Love van een andere eigenaar, nog niet van Hakan. En ik ben daar één keer eens geweest, maar er was wat meer snowboard en nog weinig skate. En ik weet niet, het was nog wel een helemaal andere shop, andere vibe. En Hakan werkte daar wel al van kleins af aan. Oh shit. Even kleins af aan, zo'n 16 of zo, 17. Ja. En toen begon hij daar wat te werken. En op een gegeven moment wou die baas dat verkopen en Hakan had wat geld gespaard. En die was eigenlijk op vakantie in Bali toen hij zei van, oké, fuck it, ik moet eigenlijk gewoon die winkel overpakken, want hij wist dat hij die toch ging verkopen. Heeft hij die overgekocht en begonnen in zijn eentje. En toen was ik gewoon een keer in Stadspark aan het skaten en ik kende Hakan helemaal niet. En dus ik was gewoon een sessie aan het doen na school of ik op school moest zijn. En toen was ik zo aan het skaten en ineens komt Hakan zo naar mij zo, je kunt wel een beetje skaten, hè, dit en dat. En ik zeg zo, merci. Ik denk, soms heb je dat wel als iemand dat zegt. En hij zo, heb je al sponsors? En ik zo, nee, niet echt eigenlijk. Hij zo, ik ben van One Love.
boardshop en ja, wij zoeken nog wel mensen voor op ons team. En ik dacht toen zo aan die One Love waar ik ooit was geweest, snap je? Zo die winkel daar. En ik was zo, ja, ik weet niet of ik dat zo nice vind. En hij zag zo dat ik zo wat twijfelde volgens mij. En toen was hij zo, ja, weet je, we gaan zo op een trip naar Luxemburg deze weekend. Zo, dat is zo'n zot skatepark van, denk Benelux, grootste. Ja. Echt wel ziek. En hij zei van, als jij daar mee gaat en je skate goed, dan zit ik op dat team. En ik was zo, oké, ik ben wel benieuwd. Ah, nee, en hij had nog gezegd van, ja, ik ben de nieuwe eigenaar, ik ga dat helemaal opnieuw, ik wil daar zo'n nieuw leven in brengen, dit en dat. En toen was ik zo, oké, dat is ook wel vet, snap je? Zo'n beetje zo de underdog story. Ja, van, oh shit, hij wil daar terug van... Oh, maar ik was gek dat hij op jou terecht is gekomen. Ja, want ik kende hem helemaal niet. En hij kende mij niet, en hij zag maar gewoon skaten. En zat, ik denk ook vaak van, was ik die dag niet in Stadspark? Ja, letterlijk. Dat was echt zo de destiny. En dan ook het grappige was, normaal ging er nog een groep mensen mee, of op dezelfde dag dat wij vertrokken, want die anderen waren al een dag eerder of zoiets. En wij zijn aan de shop en ineens die mensen zo van, ah, die zijn ook al vertrokken. Want normaal gingen we zo met vier rijden. En ineens zijn zo, ah ja, dan gaan we met twee. Yes. Dus we kenden elkaar niet en we moesten ineens van Antwerpen helemaal naar Luxemburg. Dat is toch wel goede drie uur rijden. Of zo, dat is een, oké, fuck, let's go. En dan zullen we gewoon een beetje beginnen praten. En toen zat ik nog op... ja, kapperschool. Ja, niet veel mensen weten dat, denk ik, maar ik heb ooit de ambitie gehad om kapper te worden. Ja, ambitie was ver te zoeken, maar... dat is Harry-Cult-tijd, hè? Harry-Cult. Toen ben ik Antwerpen beland. Maar dat terzijde, dat was toch niet mijn ambitie. Komen we zo wel op. Ja, van school gepleurd. En toen skate ik dus op een gegeven moment op dat team. Het Luxemburg was een succes. En ik skate op dat team. En ik ging gewoon vaak in de One Love gewoon chillen, net zoals wat mensen nu doen als ik daar werk. Ik ging gewoon daar soms zo chillen, met haar kan praten, gewoon een beetje iets even babbelen, eten en dan ging ik skaten ofzo. En die dag was ik net of zo van school gegooid en ik had daar wel werk gevonden bij zo Activate, zo deur aan deur verkoop. Deur aan deur, ja. Echt heel leuk. En toen was ik in de winkel en ik zei zo van ja, ik ben nu van die school gegooid en hij kan zo, ah. Ja, zoekt je dan geen werk? En ik zo, ja, ik heb wel nu zo'n job, maar ja, ik zeg, als jij iets hebt, ik zeg, dat gaat sowieso al beter zijn, toch? En hij zo, ja. Hij zo, oké. Ik ga u nog niet fulltime kunnen boeken. Ik zeg, maar dat is goed, dan doe ik gewoon halftime daar en dan nog halftijds een beetje HelloFresh, toch? Ja. En hij zegt, oké, maar geef mij een maand, zei hij, geef mij een maand. Want hij zei, want nu kan ik je nog niet betalen, maar ik ga ervoor zorgen dat ik je kan betalen. Ja, ik snap die shit. En, ja, voilà, snap je? Ja. Start-up, je hebt net je bedrijf. Ja, en dan al werknemer. Ja, dan werknemer. En gewoon, hij wist van, oké, als ik hem aanneem en hij kan al een pak van mijn schouders doen, kan ik andere stappen maken waardoor dat we kunnen groeien, toch? Ja, tuurlijk. Maar ja, wanneer ga je die stap zetten? Dat is lastig, want dat kost veel. Hè? Want je betaalt jou een bepaald loon, maar dat kost voor hem het dubbel. Ja, dat is daarom. Dat is fucked up eigenlijk. Hè? Maar... Belasting. Ja, Betalen. Nee, maar dus inderdaad. En toen zijn we eigenlijk gewoon allebei gewoon zo, ja, zo van fuck it, we gaan dat doen. Zaten ook al, wij kenden elkaar zo nog steeds een paar maanden nog maar. En gewoon zo zonder enige zo twijfel allebei van oké, fuck it, we doen dat. Gewoon alsof dat zo moest, snapte. En dus toen ben ik bij One Love beginnen werken. Fuck. En in het begin was het dan af en toe een paar dagen per week? Ja, drie dagen volgens mij. Volgens mij deed ik... Wat was het? Woensdag? Ik weet echt dat niet meer. Maandag, woensdag, zaterdag of zo. Snap je? Of woensdag, vrijdag, zaterdag. Ik denk zo twee drukke dagen. Ja. En maar het was eigenlijk best snel, denk ik, volgens mij, dat ik gewoon fulltime deed. Maar ik zeg het, dat is allemaal even geleden. Ja, ondertussen. Ja, daarom still going strong daar, toch? Ja. Het is wel, want hoeveel jaar ben je werk je dan nu? Vijf of zes? Bijna zes. Ja, want we bestaan zes jaar. Oh, ja. In ieder geval de nieuwe shop staat zes jaar. En... ja, ik ben er echt van bijna het begin, dus soms denk ik een halfjaartje dat hij solo heeft gedaan. Zoiets. Ja, gek. Dat is echt wel gek, toch? En dan, inderdaad, in het begin ben je dan begonnen met gewoon wat te helpen, of mocht je meteen achter de kassa staan gaan verkopen? Ja, eigenlijk heeft hij mij echt... Hij is ook in diepe gegooid. Hij zei dat ook, zo nadat ik daar zo even werkte, van maat, eigenlijk is dat echt gek. Want ik heb echt gewoon, omdat ik shit moest fixen, was ik gewoon zo van hier, ik leg de uitbap en ik ga dingen doen. En ik was gewoon alleen in die winkel. En snap je? Ja. Uiteindelijk vertrouwde hij mij gewoon met zo alles van het geld en dit en dat. Nee, maar hij heeft ook wel echt geluk gehad met jou. Dat jij zo loyaal bent en dat jij het ook zo goed hebt, toch? Want ja, zoals je zegt, hij heeft jou heel gauw losgelaten.
En heb jij bijna moeten runnen op de frontlijn. Op de achtergrond heb je natuurlijk ook heel veel dingen, waardoor dat het staande blijft. Maar nog steeds, je moet die shit wel runnen. En dat je daar nog steeds bent en mensen komen daar nog graag. En hele community, maat, ik vind dat altijd gek, ouwe. Altijd als ik langskom met de auto of ik loop voorbij, ik zie altijd, zie ik daar ook kiddo's of mensen of families of whatever. Iemand is daar aan praten dus, of zo. Het is soms ook een beetje buurthuis, ja. Dat is wel... Maar niet eens op een verkeerde manier. Nee, echt niet verkeerd. Ja, tof. Echt gewoon als het druk is, is de druk, mensen gaan weg. Snap je, sommige kids komen echt gewoon zo hallo zeggen. Die moeten niks hebben, die komen ons op binnen. Ja, waar in de buurt? En die komen die even een half uur praten. Maar een beetje irriteren. En dan die kinders weten wel over wie het gaat. Ja, daarom. Ze weten wie ze zijn. Maar, Nee, daarom. Maar ik vind het op zich ook wel goed, want ik zei ook altijd, zo mijn schoolcarrière was niet zo, zo vloeiend of zo. Ik was altijd iemand die, altijd dacht ik, ja, deze school is het niet, deze school gaat leuker zijn. Maar ik was gewoon op zoek naar, wat vind ik echt nice, maar je gaat dat niet zo op school vinden, snap je? Of je vindt dat wel, maar bij mij was dat, ik vond dat niet op school. En ik wist gewoon, ik moet gewoon gaan werken. Bro, ik weet, sorry, ga door. Nee, ik zeg zo, ga door. Dus daarom vind ik het goed dat Hakka gewoon heeft gezegd van, okay, dat hij mij gewoon in het diepe heeft gegooid, omdat ik zo het beste leer, toch? Van, deze was goed, maar dit moet ik beter doen. En dan leert jij gewoon van, hoe run ik deze winkel zonder dat er problemen zijn. Ja, maar jij was met alles vroeg, want dat wou ik zeggen. Voor mij, wij zaten dan op dezelfde school, op de handelsschool. Wij kenden elkaar dan zo, vaag, niet helemaal heel goed. Maar ineens was je zo weg en dan was je al... Je was gestopt met middelbaar of zo. En toen was je met die kappers op en al heel vroeg op kot gegaan. Ja. Voor mij was het ook zo van, wow, yo. Je zit al op kot en zo, maar je woont al op jezelf. En dat was zo van, wow, goddamn, dat is wel vet eigenlijk, toch? Ja, daar hebben wij elkaar ook voor het eerst leren kennen. Ja, daar hebben wij elkaar ook leren kennen, toch? Ja. No biohackers zonder mij. Waarom, snap je? Jij bent gewoon de seed geweest. Ja. Ik wil 10%. Ook al. Shout-out naar Ibrahim ook. Die heeft mij meegenomen. Yep. Toen gingen we naar feestje, nooit geraakt. Zo, nooit geraakt. Oh, ja. Maar was dat de eerste keer dat jullie elkaar hebben gezien? Ja. Dat was denk ik voor ons. Nee, één keer daarvoor had ik jou al eens gezien in... Shit, dat is wel echt gek. De High Street. De High Street? Ja. De High Street? Chance, de High Street. Bro, we hebben gekke tijden gehad. Zo. Ik heb in Hoogstraten gewoond. Ik ben daar letterlijk 2 keer geweest. Ik ook. Nou, 4 keer misschien. Je hebt niks gemist, ouwe. Daarom. Echt waar. Ik heb hetzelfde eigenlijk een beetje met de missing link bij mij in Wismaal. Ik ben er ook 1 keer geweest en ik woon er ook al ondertussen bijna 2 jaar of zo. Jij miste de link. Je miste hem. Nee, inderdaad. Daar hoor je ook altijd de mensen, ook bij de High Street, maar dan gaan mensen altijd vechten. En ja, klopt. Zo maat. Maar van mij heeft een heel kut in zijn gezicht. Ja. Door een of andere kleine... De Link? Ja, gewoon zo'n jong gastje die er ineens aankwam. De Link was echt de place to be als je... Ah, hij schiet ook op. Bro, ik weet 1 keer, ik had net met mijn rijbewijs en reden weg van Hoogstraten. Ja, je hebt die dingen zien. Ja, die fight, toch? En er was een hele fight uitgebroken. Echt zo 5 man op 1 zo'n gast, had niks gevlogen, toch? Zo, moest er even tussen, James. Dankjewel. Dus een guy werd er helemaal, de tyf is letterlijk gewoon ingetrapt. Toch? En het gebeurde recht voor mijn neus. Ik ben aan beginnen filmen, omdat ik kon daar niks doen. Ik dacht, dit is echt fucked up, toch? En dat filmpje is echt viraal gegaan op Dumper, toch? Dat echt 200.000 views en zo. En die gasten zijn opgepakt en naar de bak gegaan en zo. Omdat achtergehaald wie dat daar waren en zo. Ja, toch? Ik voelde me in het begin zo slecht van shit. Nu ben ik ook zo die guy die gewoon filmt, maar... Ja. Dat wel. Ja. Ik zat ook aan te hopen op dat verhaal. En toen ben ik daarin gegaan en toen kreeg ik pakje of zo. Maar ik heb er wel 2 gedaan. Nee, ik ben toen ik jong was, heb ik dat een paar keer gedaan. Daarom. Ik is niet slim. Charles, zeker 1 tegen 5. Ik heb hem ooit gezien. Hij was niet bang. We waren zo, maat. Dat is echt de enige keer dat ik er zo bij was, dat er zo echt een clubfight was. Gewoon dat ik ben echt niet... Oh, my yo, ja, die maar was ik ook heel. Het was wat? CDA. Café d'Anvers. Café d'Anvers. En wij waren denk ik zo 16 of zo, young boys. En we gingen gewoon een nachtje Antwerpen. En ik was echt nog nooit in zo'n club geweest, volgens mij. Buiten High Street. En wij gingen zo naar binnen en...
heel de avond waren wel met zo, ja, wel met een groep. En sommigen waren misschien ook wel zo een beetje zo, wat zo aan het zoeken naar zo'n beef. Maar ik en Charo hoorden daar niet bij. Nee, we waren gewoon ons ding aan het doen. Ja, en eindstand, ik kom ineens, nou, zo, we zijn daar 3 uur of zo, en ik en Charlie lopen rond. Ineens zien we, in ieder geval, ik zie een guy die ik ken van zo'n surfcamp ooit. Gewoon zo van een jaar dat ik er ooit was. En ik zo, ah, yo. Ik geef hem zo'n hand en Charo ook zo van, ah, ja, ik zeg, oh, dat is Charlie, blah, blah. En ineens uit het niks komt er zo een klein manneke zo. Achter zo die guy van surfcamp, die tikt die echt op zijn schouder zo. Maar echt zo'n klein manneke. En die ineens zo, ja, wat kijk jij net zo graaf naar mij? Ik zo die. en die guy van die ik zo ken van surfcamp, hij kijkt naar die guy en die zegt zo, ah, ja, sorry als ik dat deed, dat was echt niet de bedoeling. Gewoon zo kei zo van, hé, laat dat gewoon. Ja, hou op. Ja, hou op. Ja. Gewoon zo kei rustig, niet zo van, maat, laat me mijn rust. Gewoon zo, ja, oh, sorry als dat zo was, dat was niet mijn bedoeling. En hij draait gewoon zo om en die guy zo weer zo, nee, nu moet jij niet denken dat je daarmee wegkomt. Ik zo heel veel tijd zo ruzie zoeken. Oh. En die guy negeert hem gewoon. Ineens, die kleine die gooit zo langs achter gewoon zo'n punch op die gast zijn hoofd. En in mijn hoofd, ik was echt nog zo, huh, the fuck gebeurt er? Ineens zo, zonder te denken, Charles vliegt gewoon zo, zo op die kleine. En, maar ik dacht al, bro, hoezo doet hij zo graaf? Dat is zo bait. Ineens zie ik zo van dat podium komen, zo allemaal van die fitnessboys, zo allemaal daar zijn. Ze afgerend en die beginnen allemaal zo Charles te stampen. En ik sta daar zo, ja, in mijn hoofd, ik wist zo, wat ga ik zo hun daar aftrekken? Dus ik zie ze andere brede chappies staan. Ik zo, ik tik en zo, kom, jullie moeten me helpen met Mattie. En die zo, die kijkt zo van, fuck. En die komen mij zo helpen, die trekken hun eraf en eerst zo security, alles. Eindstand. Charlie wordt naar buiten. Gooi mij naar buiten. Oh. Oh, wow, wow. Gooi mij naar buiten. Gewoon, want die kenden die kleine en uiteindelijk, wij waren ze aan het protesteren. en die kleine werd uiteindelijk ook buiten gezet. Ik zweer het, toen heb ik echt gezien, wij zijn echt lieve guys. Ja. Oh, ja. Wij ja. waren met 5 buiten en die kleine guy was gewoon alleen daar. Oh. En die liep alleen naar huis. En we waren echt zo van, ja, maat, we kunnen hem nu echt kapot staan. We dachten, maar kijk, snap je, uiteindelijk, waar gaan we er aan winnen? Ja. Toen besefte ik, zie, wij zijn geen kopschoppers. Beter. Nee. Ja, maar dat was mijn tweede keer al, man. Ik ook een keer in de bus dat ik voor een guy die gepest werd opkwam. Zie je, jongens. Altijd te goed voor andere mensen. Ja, man. En toen ben ik ook een keer op de barande in Turnhout helemaal de tyfus ingetrapt houden door van die gasten. Maar ja. Dat was toen in High Street. Toen ik dat zo meemaakte, ging ik ergens zo een andere stem zei mij van, ga niet moeien, toch? Want gaat er weer fucked up shit gebeuren. Maar ik heb het gefilmd en uiteindelijk dacht ik eerst, dat gaat slecht zijn dat ik dat heb gefilmd. Maar uiteindelijk zijn daardoor echt wel die mensen gepakt, toch? Ja. Dus dat denk ik wel, dat is wel weer dik. Dat is wel weer heel dik, ja. Score. Ja. Score, ja. Crazy. Ik heb deze week in de winkel nog zoiets meegemaakt. Met mensen opgepakt. Echt? Ja? Echt grappig. Dus, het is echt zo 6:30. Samen tot het einde van de winkel vaak mensen die komen chillen. Of chillen, gewoon even langskomen. Ja, die komen van werk of die passeren. En we zijn daar zo met 4. En er komen ineens 2 van die, ja, we zijn daar zo, van die gypsies zoals deze. en die komen zo binnen met van, die kent wel zo gestolen AirPods, zo gestolen parfum en die wil dat zo verpetsen. En die komen, maar die kunnen zo amper, die kunnen zo geen Engels, zo beetje Frans. En zo misschien zo half Spaans, zo alles tussen door elkaar. En die proberen u zo, ja, deze €35 voor zo'n AirPod oortje. En die zegt, ja, dat is echt. En wij waren gewoon zo, nee, laat maar rust. En die gingen maar niet weg, snapte, die bleven maar. Ineens zo Arno, hij is zo'n oude guy. Even oud, valt best mee, maar gewoon zo iets ouder. En ik zie hem gewoon die mensen zo filmen. En dan, hij loopt ze naar buiten en hij komt zo terug en zegt, hou die gewoon even bezig. Want die had letterlijk tegen hem ook gezegd, hij zo van, waar heb je dat vandaan? En die zo, Berlin Market. die van we joeven dat gewoon, die zei dat gewoon letterlijk, snapte. En ik was gewoon een beetje zo aan het lachen van, ik zo, oké. Ik zo, €10 voor die AirPods. Ik was gewoon een beetje, en hun zo, oh, nee, je bent zot. En ik zo, ja, dat wil ik ervoor geven. En dan komen hun zo met, oké, nee. Zo 5 parfums op tafel, zo oortjes, €100. Zo zijn ze, en dat zijn wel gewoon zo geld. En uiteindelijk, op een gegeven moment is zo'n guy zo iets aan het verkopen, en met zo'n andere gast, en zo liggen zo 5 parfums op tafel. Ik denk zo, eentje is gewoon voor mij. Ik doe wel die schoef zo onder de kassa. En aan zat hij ineens zo. Echt? Op het einde zo. Hey, La Costa. Dat was ja, helemaal ja, La Costa. Ja, echt? En wij allemaal zo. Huh? Oh, nee, niet gezien. En ineens die flikken komen binnen.
Dus je ziet hem zo ineens zo kijken, zo fuck, hij weet ook, ik kan ook niks zeggen, snap je? Hij was echt gewoon zo dubbel genaagd. Oh shit, ondertussen. Ja, maar ding is, die denkt volgens mij niet dat wij er iets mee te doen, want die denkt volgens mij echt dat die Arno, dat hij undercover flik was, want hij kwam ook zo nog naar die politiewagen om zo'n verhaal te doen, zo van wat er was gebeurd. Die denkt sowieso, ah shit, dat was gewoon net een undercover in die winkel, we hadden gewoon pech, toch? Mm. Ja. Nu heb je wel een scammer. Je hebt Lacoste. Die parfum. Nee! Lekker! De scam! Die kwamen binnen om jou te scammen. Ja, joh. Ja, je scam. Komen licht naar buiten. Scam daar. En die zijn opgepakt, die zijn mee naar het bureau moeten. Ja, of ik weet niet. Snap je? Ik waarschijnlijk. Dat ik had als eerst zo van: is dat zielig? Maar toen was ik aan het terugdenken, situatie. Die gaan maar leren. Ja, ik dacht, maat, we waren letterlijk op het begin 5 keer, 6 keer. Nee. En die gingen maar niet weg, snap je? Dan ben ik ook zo, die waren ook gewoon zo. Gewoon echt aan het pushen, toch? Mm. Ja, maar ja, eindstand, dus die werden meegenomen in de flikkenbus. En, Oh shit, dat is wel mooi. En er komen wat gekjes ook bij jou. Ik vind het altijd grappig als je dat zo vertelt, man. Van mensen, we moeten nu niet in detail. Weet je nog die met haar, wat was het, schaatsen? Ja, maar vandaag was er nog eentje, die komt zo binnen. Echt zo'n oud vrouwtje, en die kijkt helemaal zo happy. En die komt zo binnen en die heeft echt zo van die supermarkt plastieke handschoentjes zo aan. En je zegt al zo, oké, van there is might be something loose over there. En die loopt zo rond en ik ben zo ook met iemand aan het praten en hij ziet zo, ja, ik kom eens binnen om te kijken wat voor winkel dit is. Ik zo, ja, dat is een skatewinkel. En vrouw. En zo, ja, oké. Okay. Ik zo een beetje zo rapper shorts-like, snap je? Ja, oké. Okay. En dan was hij een beetje, ik mag toch een beetje kijken. Ik zeg, ja, tuurlijk. En die kijkt ze en dan zo, oké, dankjewel. Dan echt zo, mensen, komt je ook wel tegen. Echt gewoon zo, in de stad gewoon zo, volgens mij overal gewoon zo binnen dwalen. Ja, dat is grappig. Beetje kijken, beetje kopen. Ja, daarom. Beetje lullen, sociaal contact voor maar soms, ik heb ook al wel geleerd, ben je zo te lief en dan blijft die zo terugkomen. Dan ben je ook zo. Je zei dat later, was één vrouw waar je zo om iets te veel tegen had gezet. Iets te lief tegen. Iets te lief, eerste keer gewoon zo niet gezegd van ik moet doordoen. Maar nu altijd wel zeg gewoon van, kom maar. Ik moet wel werken. Shit. Waarom kinderen hebben wij ook als wij langs klanten moeten. Sommigen die hebben gewoon geen contact meer met familie of zo. Of die hebben geen... hebben werknemers moeten ontslaan. En die kunnen gewoon, die zijn gewoon eenzaam. En die... Die wil daar gewoon 2 uur mee praten. Als je dan niet zegt van ja, ik heb nog afspraken om 3:30. Ja, tuurlijk, maar zo'n mensen. Snap je uiteindelijk, ze snapt, je snapt dat niet, maar je kan daarin komen als je zo eenzaam bent. Net zoals ik was zo met Rosanne een keer naar de sauna gegaan. We zitten zo in die stoom, die Turkse stoom, je ziet zo niks. Ineens hoort je zo. Amai, nieuw volk precies. En dan ben je zo. En dan zo, ja. En dan zo, zijn jullie eerste keer hier? En dan zo, ja, want ik kom hier iedere dag, hè. En dan zo'n hele story. Ja, want ik kan niet werken. En dan ben je zo van, ja, aan de ene kant ben je zo van, bro, zeg maar niks. Maar aan de andere kant denk je ook van, ja, oké, doe je verhaal. En ik zal wel een beetje zo doen alsof ik een fuck geef, omdat ik zo te lief ben, toch? Ja, die sauna-stories, die zijn er veel. Maar ik denk altijd van, ja, als je naar zo'n sportenwazen gaat, dan, ja, ik kan niet zeggen van, wees stil of zo, want ja. Nee, tuurlijk. Anders maar dat was ook, dat was zo in die andere, zo dat ik zo'n cadeau had gekregen. In Zopia's. Ja, was wel nice. Daarom. Was dat skatepark vroeger, heette dat ook niet Fitopia? Skatopia. Ja, nee, ook maar volgens mij ook Fitopia. Ja, dat is dat weer maar van. Eén keer geweest. Waar was dat? Edegem? Mortsel. Mortsel, ik denk helemaal. Nu is dat bestaat nog steeds, hè? Ja? Nu heet dat Skate Heaven. Skate Heaven, ja. Maar wat was eerder Scooter Heaven. Ja, nog steeds. Nog voordat scooters cool waren. Ja. Ook al zijn die nooit cool geweest, maar ik bedoel. Hoe heet het? Nu zijn Fitopia. Fitopia. Hebben we wel bij. Die Saunatopia, daar ben ik geweest. Oh ja, Saunatopia. Die eerste. Misschien ook gewoon Fitopia Skatepark. Nee, dat is niet daar. Nee. Zie, dat was niet echt koud water. Je had ook koud badje daar. Of wel kouder dan van dinges, vond ik, man. Van sporten. Ja? Maar nog steeds lauw badje, daar gaat nog nooit. Steeds no ijs. Ja. Zo, wel groot. Ja. Ja, hoe is jouw, vertel eens over jouw ervaring met die ijs. Ja, man. Oh. Je bent eigenlijk, ben je wel onze grootste... Ik sta wel nummer 3 van gebruik. Dat denk ik wel, in de Biowaker community. Zeker met jouw upcoming, toen jij zeg maar naar jouw
competition, Jits competition, waar we straks ook even over moeten hebben. Mm-hmm. Toen hij daarna ging, ging hij echt elke dag ook consistent. Ja, en ik kan u ook vertellen, omdat ik heb de echte periode dus zowat iedere dag gedaan. En nu, omdat ik heb ineens geen sleutel meer van Dillers en Crip, kan ik zo niet meer 's ochtends vaak dat doen. En nu heb ik dat denk ik bijna 2 weken of zo niet gedaan. Echt erg. Maar dan voel je ook echt het verschil van, wow, ik blijf echt langer in bed liggen. Al die dingen, snap je? Je voelt direct van, als je dat niet doet, wow, het verschil is echt daar, snap je? Dus dan, soms is het ook goed om gewoon even dat niet te doen, om te beseffen van, oké, wow, dat heeft zoveel benefits, ik moet dat terug gaan doen. En inderdaad, binnenkort, binnen een dag of twee, ga jij ook je eigen bad daarom, hebben. Dan krijg je dus OG. Dan komt het allemaal weer terug, maar inderdaad, is het dan, ja, het gaat sowieso een stuk moeilijker zijn om erin te gaan. Ja, daarom, want maar dat merk ik nu al zo gewoon, je komt zo buiten, je bent al zo, oké. It's frizz. Ja, ik had dat bad dus geswitcht. Want we hebben nu dus, of ik heb nu dus een groter bad eigenlijk. En dat duurde even om dat te sealen en gewoon plunge ready te krijgen. Mm-hmm. Want we hebben nu ook gewoon nog een vriezer. Ja, dus toen miste ik ook al een week. Daarom, dus ineens dat ding was bijna een week weg. Mm. En toen ik de dag dat het terug kon erin ging, en die dagen daarna was het terug een stuk grotere struggle dan normaal. Ja, want nu gaat er echt, er zijn zoveel mensen die zo, kent je tegen mij zeggen, en hoe is het met de ijsbed? Dan moet ik zo zeggen, zo, ja, nu heb ik dat net niet gedaan. Dan voel ik mij zo guilty. Ja, daar is het van, oh, nu is het koud, we doen die mannen dan niet. Jawel, we doen het nog wel. Niet denken, niet denken. Ja, ik zit er nog elke dag in, hoor. Ja. Lekker daar. Ja, dat wel. Wow, maar zelfs, maar het ding is ook, hè, jij bent ook gewoon hardnekkig, die verwarming blijft uit, lekker dikke trui aan. Heel mijn huis is ijsbad. En als je dan wakker wordt en je gaat zo uit die lakens en het is gewoon koud buiten. Maar ik dacht daar echt, gisteren had ik echt, of eergisteren, dacht ik ineens aan van, ik weet echt nog op lagere school, dat met kerstperiode kreeg je altijd zo die weken dat je zo aware waard van zo, oh, er zijn ook mensen die het niet zo goed hebben en die kunnen thuis geen verwarming aanzetten. En ik dacht zo, ik ben gewoon die guy die zo geen verwarming zo aan kan zetten. Dat ze van, ik kan dat wel doen, maar ik wil gewoon niet zo veel staan. Ik dacht net zo, shit, nu op school, die kinderen denken aan mij allemaal zo. Die geen verwarming aan. Die sturen zo'n kaarsje zo. Ja, wat was het? Dikke trui, ik was dat toch? Ja, zoiets. Dikke trui dag. Ja. Dan deed je zo'n verwarming een dag op school uit. Ja, dat was een dag in het begin. Ja. En dan is er geüpgrade naar een week. Ja, die dacht dat is wel lekker goed. Dat begon mij gewoon een graadje minder. Ja. Geladelijk. Ja. Nee, daarom. Nee, maar ik vond dat wel grappig. Inderdaad, gewoon het gedacht van, shit. Ik dacht vroeger ook zo, oh, gaar, mijn leven geven. Maar nu kies ik daar zelf gewoon zo wat bewust voor. Even niet. Nee, man. Maar het is ook niet echt nodig, vind ik. Om het thuis echt super warm. Ja, nu, de laatste dagen was ik soms wel zo, poeh, maar dan gewoon zo het is wel lekker, dekentjes. Ja, scheelt wel, als je voelt hoe dat het hier is. Of, maar ja, nu, je wel, kan ook wel. Gewoon, als je een groter huis hebt natuurlijk, kan je zo ene woonkamer echt gewoon goed verwarmen, dat je een beetje je nest hebt. En, maar ja, het gaat ook gewoon prima zonder. Ja, klopt inderdaad. Maar ik denk ook mee, eigenlijk is het niet goed voor je. Ja, sorry. Nee, zeg maar. Het is niet goed voor je huis om dat niet te verwarmen, omdat het dan ook gaan dingen sneller rotten ook. Dus is dat? Ja, het is beter. Tony van mij. Beter om dat te verwarmen. Ik huur. Oh, dat wist ik zelfs niet. Ja, ik niks. Dat is niet goed. Hij zei dat ook tegen mij gisteren. Hij zei ik zo, shit. Ja, bij ons was de verwarming ook. Dat maakt niet uit. Uh-huh. De verwarming was bij ons ook een stuk de laatste week. Was het ook even wat frisser. Ja, maar het is nu pas begin het wat kouder te worden, merk ik. Ik hoor mensen met gewoon normaal huis, gezin, betalen wat is dat, €900 voor hun gasten, ja, het is echt. Ergens geloof ik die shit niet, man. Dat zijn zo voorschoten, toch? Dat zijn zo wat je van tevoren moet betalen. Ja, oké, het is allemaal duurder geworden, maar... Zo duur, ja. Zo duur, dat is toch onrealistisch, man? Ja, wie kan daar nog betalen? Ja. En eerst praatte iedereen erover en nu is dat zo weer gedimd of zo. Daarom, ik kom nu bij iemand thuis, hij heeft zo'n verwarming. Je bent zo, shit. Shit, you balling, bro. Balling. Fuck. Yeah. Ja, man. Dat is niet zo flex op, man. Ja. Godverdomme. Ja, dat is wel gek. Iedereen heeft er last. Maar daarom, ik geloof het niet. Ja, het is wel duurder geworden, maar het is gewoon... Dat wel. Ik denk mensen die gewoon net, zeg maar, een contract hebben moeten verlengen, die hebben het moeilijk. Ja, Jack, krijg geld terug.
Ja, in ieder geval tot nu toe, want hebben jullie al eindafrekening gekregen? Bro, we hebben niet eens een leverancier. Jawel, jawel, maar ik heb... ik heb al rekeningen. Luminus heeft gewoon letterlijk geld van mijn rekening gehaald. Hè. Hoe weet ik ook niet, maar... Echt? Ja. Gewoon over zo die domicilering. Automatische overschrijving. Zo. Je haalde gewoon 6 bar uit die rekening. Zo. Nee, bij mij dus... Ik denk, ik heb vast contract met jou getekend toen. Dus dan is dat 3 jaar. 2 jaar was dat normaal, man. 2 jaar. Ja, dat zou nog kunnen. Want dat was van de vorige appartement. Maar... wat ik zeg, dus... ik kijk altijd, maar ik heb wel die voorschot verhoogd, gewoon zo zelf. En ik dacht, kijk, zit daar gewoon 95 of zo per maand. Ja. Allemaal weg, joh. En ineens, ik kijk zo, eergisteren of zo, en er staat ineens zo, zoveel in uw voordeel, zo bijna €300. En er staat zo van, ja, je krijgt van de staat per maand 135 gesponsord, zeg maar. Oh, ook nog. Omdat, ja. Omdat het zo duur is. Maar dan denk je van, maar bij mij, omdat ik niet zoveel meer verbruik, of heb veranderd van abonnement of zo, denk ik, dat zo cheap is en dat ik gewoon geld terug ga krijgen. Ja, als dat daar staat. Nee, je verbruik is wel lager. Dan valt het echt wel mee, hoor. Volgens mij elektriciteit is wel ook gestegen, maar als je niks geks... ja, daarom. Ja, de tv staat ook niet zo vaak aan bij jou. Nou, soms. Soms. Ja. Nee, maar het is niet dat we er gek vinden, maar ik vind gewoon... het is slecht voor je huis om dat niet te verwarmen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zo van die gewoon huizen die aan het verlaten zijn. Mm-hmm. Ja, dat is niet voor niks dat zelfs echt gewoon goed geïsoleerde huizen, dat die na een tijd echt gewoon beginnen weg te rotten. Ja. Ja. Dat is door maar ook met koude, door bijvoorbeeld de chauffage niet aan te steken, kunnen ook weer schimmelplekken krijgen. Met de koude. Ja, daarom. Dus juist door het niet aan te zetten. Ja, klopt. Dus het is een beetje regulatie nodig, om zo te zeggen. Mm-hmm. Maar je hebt van de pluntjes heb je dus... je merkt daar dus echt wel een groot verschil door het in een daily routine te hebben. En ik mis het echt wel, want het ding is, dat is echt zo iedere dag... Want deel zei dat ook pas geleden, een keer in de podcast, zo van... Ja, als je dat zo direct in de ochtend doet... Dat lijkt zo het kutste, maar eigenlijk is dat minder kut dan eerst iets doen en dan erin gaan. Want ik doe altijd, ik sta op, ik ga gewoon douchen en dan ga ik gewoon met Jake zo'n uur wandelen. En dan ga ik dat doen, maar dan met geen later heel die wandeling zo. Zo meteen, ik moet daarin. Ik ga daarin. Want veel mensen denken ook zo van, eenmaal als je dat doet, je wordt dat gewoon. Maar dat is... Nee, man. Iedere keer is dat weer dat moment. Shit, je staat daar fucking zo, cold. Je staat er zo met je zwembroek. Reconsidering zo, life. Ja. Je steekt zo jouw voet daarin en je bent zo, oké, fuck it. Maar eenmaal, ik heb gewoon geleerd, veel mensen die gaan er zo super traag in. Bij mij is dat gewoon, ik ga daarin. Moet gewoon direct erin gaan, helemaal zakken en dan gewoon neck deep. Ja. Ja. Ja, en ook, wat mensen niet snappen, wat ik ook vaak heb gezegd tegen mensen, is zo, die denken, oh, die cold plunge, jij zit daar zo nog zo chill in. Die denken zo, ah, oh, dat is zo perfect de grootte, maar die weten niet, jij moet zo bij die oude, zo je kont echt zo squeezen tussen zo'n vierkant. Dan zit je daar zo met je tenen zo helemaal zo krom gebogen. Je knieën in je nek. Ja. En dan zit je daar in die kou zo, ik weet niet wat er kutter is, die kou of mijn rug. Ja, zo die kou of die teen die zo helemaal zo fucked is, ik weet niet wat er kutter is. Maar aanstaand, snap je ding is, je weet gewoon hoe je voelt als je eruit komt en daarom ga je erin, snap je? Dus, en ook gewoon je mental state als je er gewoon consistent in zit, is zo van, oké. Ik kan altijd terugvallen op dat, basically. En het is ook wel... Het is iets wat dat je... Je kan niet zeg maar alleen dat doen en dan andere dingen laten verwateren, toch? Maar het helpt echt met veel dingen. En niet alleen om je vet sneller te verbranden en zo, maar het is ook gewoon een soort van cardiovascular workout. Hetzelfde als je 's ochtends gewoon snel 15 minuten of zo wat cardio traint, dan voel je ook ineens die dopamine rush. Maar het ding is ook bijvoorbeeld... Wat ik ook echt merk is zo, bijvoorbeeld na jiu-jitsu vaak, uw gewrichten of zo kunnen soms wel zo zijn van zo, oh, jij voelt zo, je hebt zo die hier gegript en zo. En altijd als ik dan ijsbad heb gedaan, daarna voel ik echt zo van, wow, dat is echt nu al pakken beter. Snap je? Na gewoon zo 5 minuten, of in ieder geval, ik doe meestal 3 tot 5, snap je? Zo 3 minuten is zo minimum. Dat als ik echt zo'n dag heb dat ik denk, fuck it, ik moet er gewoon in en ik wil zo snel mogelijk klaar zijn, is zo 3 minuten. Maar soms blijf je dan ook zo wat langer in als je daar bent. Maar ik
ik weet niet, zo 3 tot 5 zo mijn go-to. En daarna voel je echt al zo'n verschil van, wow, nu voel ik echt al niet meer dat mijn vingers zo even daar straks zo wat tijd waren. En je voelt dat, ja, kent dat zo, die net zoals als je zo pull-ups hebt gedaan. Zo ja. Daarom, en dat merkte ik echt, in ieder geval merkte ik persoonlijk bij IJsbad echt van, wow, oké, dat is echt zo'n benefit, dat is niet normaal. Daarom, je wricht je benen ook gewoon, knieën, spieren, alles. Ja, je bloed gaat gewoon beter stromen, toch? Ja. Gaat alles wordt geactiveerd. Ik denk dat ook veel. Ja. Maar ik weet ook nog zo, om terug naar skate te gaan, ik weet nog vroeger, je had Andrew Reynolds, echte legend. Je moet Andrew Reynolds franchise flip opzetten. Jamie. Hij was zo vroeger echt een van de zo OG, goede skaters. En hij had echt al zo in zijn video's soms dat je zo zegt dat hij gewoon zo in een bad, wel zo maar tot hier, maar gewoon zo met zijn knieën ging zitten. Gewoon voor die recovery van zijn been. Omdat ja, die mannen springen heel de tijd van zo stairs van zo pakte 2 die level meter. Of skating is zo ziek. Ja. Hoe heette die? Andrew Reynolds. Andrew Reynolds. Co-founder van de Barracks? Nee, van Amerika. Maar niet van de Barracks? Nee. Nee, maar hij is wel vaak daar. Niet? Andrew Reynolds is van Amerika en Baker. Deadwish, zo al die merken zitten. Oh, Deadwish ook. Zo. Legend. Zo qua groot. Steve Berra. En wie nog dan? Eric Kosten heb ik in mijn Andrew Reynolds. En dan? Welke flip? Dezelfde generatie toch? Eric Kosten en gewoon. Jij moet zijn frontside flip. Maar dat heb ik nooit gesnapt, al die skate-termen. Ja, dat is Chinees. Dat is Chinees voor mij, man. Doe die gewoon even eentje zien. Dat is frontside. You know what I want to see? I want to see Andrew Reynolds frontside flip the shit out of you right now. Can you feel like doing as many frontside flips as you want for as long as you can? Right, Tim. Hier is hij ook echt al, ik denk dat hij hier ook al echt al 40 is of zo. Hè. Dat is echt al best oud. Dat is een nieuw video. Ja, dat is een nieuwe, in ieder geval de laatste barracks. Ja. Zo. Ja. Maar hoe zien jullie zo snel welke flip dat is, man? Voor mij dat ding spint gewoon, ja. Ja, zie je, hij doet heel de tijd hetzelfde. Hij gaat gewoon een halve draaien met zijn lichaam en zijn bord doen een kick. Maar dat was gewoon zo zijn signature move. Ja, je ziet dat hij kan het gewoon blijven doen. Oh, sorry. Jinxed. Maar in ieder geval, hij is gewoon echt zo wat legends in de skateboard zien. Ik weet niet hoe we daarop uit zijn. Ah ja, de ijsbaden. Hij was al... Vroeger zag ik dat soms al, maar ik zweer het, ik haat de kou echt, jongen. Vroeger al. Ik was zo'n guy. In plaats van koud douchen, ik ging gewoon kijken tot hoe warm kan ik douchen zonder zodat dat al pijn doet. En dan op een gegeven moment pusht je zo door die pijn en dan ben je gewoon zo helemaal rood. En dan kom je uit de douche en dan is het zo niet koud of zo, ken je het? Maar, dus ik haat de kou en ijsbad was voor mij dus echt zo wat, niet echt iets dat ik dacht van, dat ga ik snel doen. Hmm. En hoe zijn we daar eigenlijk aan begonnen? Eigenlijk, ik was volgens mij de eerste, misschien hebben we dat een keer gedaan daarvoor, maar ik was zo van... Ik zag zo die video van die Yes Theory ook, van die ijsbaan. Toen was ik zo, kom, we gaan morgen naar gewoon Scheldebocht en daar gaan we zo cold plunge doen. Dat was toch echt de eerste keer dat ik zou gaan plungen. Dat we daar in Noordkasteel. Ja, jij deed al wel zo koude douches. Jij praised al wel die cold. En daarvoor had ik volgens mij voor die, want weet je nog, toen nou bij Thijs in dat zwembad? Ja, was dat niet nog daarvoor? Dat weet ik niet. Denk het wel. Ja, dat is volgens mij, ik zat te denken, dat was niet vorig jaar, dat was toch 2 jaar geleden? Of? Ja, 2 jaar geleden. Ja, trouwens, ik ken wel dat het daarvoor was. Maar in ieder geval, toen was de eerste keer dat we zo samen zijn gaan plungen, toch? Dat wel, en dan zijn we soms zo naar, Gelderse gegaan? Noordkasteel ook. Ja, Noordkasteel en naar Gelderse. En dan even gestopt uiteindelijk. En dan hadden jullie ineens die vriezer. Ja. En toen hadden hun dus, ik woonde, in ieder geval ik woon boven hun bijna. In ieder geval zit één iemand tussen. En het ding was, hun hadden die vriezer en hun waren dat iedere dag zo aan het doen. En ik was zo, fuck, nu moet ik er ook zo terug aan beginnen. En dat duurde echt wel een maand voordat ik dacht van, oké, fuck it, nu moet ik er echt zo in gaan. En toen ben ik eigenlijk zo terug begonnen met dat te doen. Maar in mijn hoofd was kilt en zo, ah, fuck dat, fuck die ijsbad. Maar gewoon dat je weet van... Ja, dat is koud. Ik ga mezelf moeten feesten. Dat maakt jou een bitch. Ja, ja, dat is. Daarom, je begint dat zo van... Elke dag. Ja. Fuck. En dan, eenmaal als je dat begint te doen, weet je de benefits. En dan blijf je gaan, denk ik. Of ja, zo goed als... Ja, nu moet ik wel terug even de
Je voelt het, toch? Dus ook al haat je het, je doet het één keer, je gaat terugkomen, man. Want die gevoel is gewoon zo fucking nice, toch? Het is gewoon net zoals een marathonrennen, denk ze van, het doen is het kutste deel, maar daarna voelt je je zo verveeld van zo, okay, dit is. Ja, sowieso. En de benefits, ook long term, maar ook gewoon short term, als je spierpijn hebt, je gewrichten, je knie doet kut, dan helpt dat ook heel veel. Ja, en je bent ook gewoon zo, merk ik toch, ik ben dan altijd echt zo precies zo nog, happier, Omdat je overal moe is. Ik heb al een hele mountain overwonnen. Ja, ik denk altijd van, er is niemand die het nog kutter gaat maken dan de ijsbad heeft gedaan daar straks. Nee, waarom? Wie gaat u nog kunnen bothering? En ik vind altijd ook, die drempel is altijd hoger in je hoofd dan dat je erin zit. Ja, tuurlijk. Je zit daarin en bent altijd zo, fuck, dat gaat echt kut zijn. Mm. En dan zit je erin en staat eigenlijk al best snel van, ben er al. Het is gewoon echt zo zakken tot je chest en dan gewoon zo, ik blijf hier. Gewoon zo even die, dat is eerlijk, wat is dat, 30 seconden, een minuut, dat zo even echt een battle is van erin te blijven. En dan gewoon ademen. Mm-hmm. En bij mij is ook altijd gewoon, ik zet de muziek op en ik focus gewoon daarop, snap je? Ik probeer gewoon zo de rest zo niet te horen, gewoon zo alleen muziek. Mm-hmm. En dan, dat is wel een cheatcode. Ja, zeker. Ja. Ik vind, ooit een keer in een podcast gehoord van Brass Monkeys, die zei, it stops the chatter, toch? Het slaat eventjes je hoofd niet nadenken heel de tijd, toch? Snap je? Je bent gewoon even volledig, oftewel op het muziek gefocust, oftewel je ademhaling, toch? Ja, je bent echt helemaal in the moment. Ja, op dat moment is er niks anders aan het gebeuren, alleen snap jij die in de ijsbad zit. Daarom, dat is echt powerful. Nee, je moet wel. Ja, anders ga je zo. Ja, anders gaat het fout. Ik moet echt gewoon ademen. En dat is echt. Dat ben ik ook wel zo vaker aan het proberen te doen. Zo, veel mensen ook van gewoon zo ademen overdag al. Gewoon zo van hoe weinig mensen daar echt zo aware van zijn. Ja, dat bijvoorbeeld diep zo, ademen. Ja, snap je nu altijd als ik buiten kom en dus zo die frisse lucht. Wow, ik ben echt even zo, al die lucht zo pakken. Ja, ik vind het echt nice. Maar ik weet niet. Maar daarom, ademen is echt, denk ik, zo. Het ding dat veel mensen onderschatten in deze wereld, van oké, dat zou het makkelijk zou kunnen doen, maar daar kun je zoveel tijd mee doden en goede ook veel dingen reguleren, toch? Ja. Stress, weet ik veel wat, toch? Dat is hetzelfde als die Andrew Huberman zei, dat je het, als jij zo super gestrest bent, de beste om te doen is zo die zo twee keer inademen, eigenlijk ook zo'n beetje weer extra oxygen pakken. En dan soms voelt je dat zo je hart aan het kloppen en dan probeert je dat en dan zo snel dat je die zo kunt. Zet er gewoon daar zo mee te spelen, vind ik echt al nice. Ook bij jiu-jitsu, zo tussen die ronden, snap je, dan ben je toch even zo altijd zo die, oké, nu moet ik even die effective ademhaling zo terugkrijgen. Maar ik vraag me ook af, zelfs als je bottom side control tegen een goede guy bent en je weet van, oh fuck, even een kans om mij te persen. snel die extra oxygen krijgen. Gas tank vullen. Ja. Maar dingen, dat vraag ik me echt af. Weet je wat Sean O'Malley deed tijdens de UFC-fight? Altijd als hij op de grond was, begon hij echt zo ineens zo die. Echt een specifieke zak daarvan, dat is getraind. Snap je? Maar ik vroeg me echt af, ik had nog nooit die techniek gezien. En dat was altijd als hij ging grappelen. Gewoon zo die, nu moet ik even zo die. Extra oxygen catchen, snap je? Ja. In ieder geval, ik vond dat opviel tijdens die laatste fight. Ja, dat is wel een goeie. Nou, hij heeft daar niks van gezegd, volgens mij, in die laatste podcast bij Joe. Nee. Ja, ik heb wel geluisterd trouwens. Ja, dat is 3:40 minuten voor een MMA-podcast. Dat is de langste MMA-cast van Joe tot nu toe. Echt? Mm-hmm. Een podcast niet, hè, maar MMA. Ja, wat is zijn langste podcast dan? Denk sowieso Russell Brand. Of Duncan Trussell. Ja, of zo'n ding is. Companion, dan zijn er ook echt. Nou, kijken we dan. Ja, maar dit vijf was uur, vier uur, ja, zes ja, uur. Vijf Lex uur. Friedman, hè, het laatst bijna 8 uur. Hè. Met één iemand. Met één iemand, hè. Bijna 8 uur. Hè. Wie? Was dat met die schaker? Nee, dat was van iemand, oftewel van India of zo, die had wel een gekke naam, wat ik niet uit kan spreken, maar die had laatst echt een. Ja man, bijna 8 uur lang. Ook een filosoof en een leraar of zo, weet ik veel. Een scientist, ja. De hele werkdag gewoon. Ja, dat is 8 uur hebben we vandaag echt wel gek houden, ja. Want ik moet morgen vroeg naar seminar, dus. Nee, we gaan geen 8 uur tikken. Nee. Jawel, dat is niet de bedoeling. Ga gewoon door tot je seminar. Ja, fuck. Ja, daarom. Mr. Beast-style. We gaan gewoon op een gegeven moment de hele tijd hetzelfde dingen zeggen.
Geen plan. Nee. Niet eens. En waar ik ook even over jou heb, man, is bro, Jake, man. Jake. Dat is toch echt, man, je bent de ster van de avond. Ja, hij zit in beeld, hoor. Ja, Jake is in beeld. Daarom, het is een mooie. Ja, special kid. Hoe oud is hij nu? Ook 3, hè? Nee, 2 en denk 4 maanden of zo. Ik had die dat hij ongeveer 3 maanden was. En die was in oktober, dat ik die heb gekregen. Maar wat is de dag dat Khabib heeft gevochten tegen Justin Gaethje? Toen had je Jake. Ja, die dag kreeg ik Jake. Oh, shit. Hij heeft Khabib tegen Gaethje nog gezien. Strijd. Strijder. Maar dat was nog daarin verbrand en explode. Nee, Wijngaard zat al. Was dat Wijngaard? Ja. Hij was verbrand. Hij is wel corona hondje, maar ik wou echt al lang een hond. En ik heb thuis honden gehad ook altijd. En toen op een gegeven moment zijn we zo aan het zoeken gegaan en eerst had ik een hond gezien, dat was ook een beetje zo meer zo wat Berner Senner look, maar zo iets kleiner. En ik had daarop gereageerd van hebben jullie al een baasje, blablabla, en toen zei ze van nee, ja, die is al gepakt, maar er zijn deze week wel een paar honden gevonden. En toen stuurde ze wat foto's en ik zag Jake met zijn speciale oogjes en toen was ik zo, ja, oké, this is it. En ik moest die dan op een gegeven moment gaan halen in Schiphol, in Amsterdam. Mm-hmm. Toch? De Schiphol? Ja. Dus ik kwam van Griekenland, overgevlogen, en dan moesten we daar gaan halen. En dan dat was echt wel zielig, want die zat dan in zo'n bench, zo samen met zijn zusje. Maar zijn zusje werd daar gewoon zo weggepakt, toch? Dus ik vond dat wel echt zo heartbreaking. Shit, ergens. Yeah. Maar uiteindelijk, ja, anders zou die ergens op straat hebben geleefd in Griekenland. Ja. En ben je dan op zo'n Facebookgroep of zo, ben je dat terechtgekomen? Of? Ja, ik vraag me soms ook af van waar ik die precies had. Maar uiteindelijk waren gewoon zo van zo'n adoptie van hondenpagina's en zo daar precies, tegengekomen. En hoe is het jou bevallen van... veel mensen denken zo van, ja, maar ik ben nog niet klaar voor een hond of zo. Maar ik denk dat... Ik snap dat ook wel, hoor, want uiteindelijk... Ik denk veel mensen onderschatten dat, maar ik heb gewoon altijd honden gehad. En zeker die twee, die eerste was echt een super... Ja, zo mellow, wel zo een beetje eigen karakter, gewoon zo wat schuiten en zo. Maar dat was echt een klein dagboek. Dat viel best mee, maar dan hadden we Puk. En dat was een iets moeilijker. Dat is ook zo een halve herder, zo wat iets alertere honden. Ja. En daar moest mama zo veel strenger voor zijn. En zo. Toen zei ik van, oké, dat is wel echt werk om die zo af te richten. In ieder geval af te richten, zo dat die goed luisteren en dit en dat. En toen wist ik wel van, oké, en dat wandelen, dat is niet niks. Dus ik wist, als je dat doet, moet je echt zeker weten dat je committed bent om 3 keer per dag gewoon even naar buiten te gaan. Ja. Minstens 1 keer een dikke wandeling van een uur. Anderhalf, in die andere half uurtje of zo. En dat die gewoon al genoeg beweging hebben, toch? Ja. En ik denk dat daar gewoon veel mensen onderschatten. Want dat begin natuurlijk, dat is leuk. Zeker als die puppy is, dat is schattig. Maar dat is ook wel de moeilijkste fase. Ja. Maar gewoon dat op een gegeven moment dat wandelen, veel mensen onderschatten dat gewoon zo van. Ik moet echt iedere ochtend. En dat. Maar ik vind dat echt juist echt een blessing. Omdat nu mijn dag, iedere ochtend, weet ik van, oké, ik moet naar buiten. Met hem. Dus ik start mijn dag opstaan. Niet zo van, ik ga blijven liggen. Ja, oké, gebeurt ook wel eens. Maar dan weet ik van, oké, Jake komt zo meteen als hij echt wil wandelen, komt hij wel wakker maken. Ja. Maar waar het op neerkomt is gewoon, je gaat naar buiten, je hebt direct, wat Arby Huberman altijd zegt, van, pak direct fresh zoveel sunlight, mogelijk zonlicht in je ogen. Ja, direct veel licht opnemen. Goede zuurstof pakken. En dan daarna ijsbad. Snap je? Dus dan heb je een uur gewandeld. Ja. En dan ben je al helemaal ready voor de dag te beginnen. Ja, dat merk ik ook. Je bent gewoon altijd inderdaad aan het wandelen buiten, toch? En eigenlijk doe je dat niet vaak. Nee. Als je bijvoorbeeld geen hond hebt. Wow. Als je geen hond hebt, dan ga je toch minder vaak toch wandelen. Ja, ik denk daar soms ook over na van wanneer wandelen mensen. Snap je, als je tegenwoordig in de stad woont, je pakt waarschijnlijk een tram of zo die fucking... Birds, zo'n go-scooter. Daarom, je pakt een van die dingen, je gaat naar je locatie, dropt dat ding en je hebt misschien 300 stappen gezet. Snap je? En dan ben je daar misschien wel aan het rondwandelen. Maar voor de rest, snap je, ik iedere dag, mijn gemiddelde is echt wel zo, wat zal het zijn, zo 15 douzen of zo, snap je? Zo per dag gewoon 13, 15. Dat heb je meestal daar en dan zo goede dagen als ik zo vrij heb of zo, dan is het al 20. Zo. Ja, jij inspireert me altijd met 10.000 stappen voor 10 uur, man. Ja. Ik zeg, als ik die zie, denk ik altijd, ja, daarom. Maar ik moet je ook vaker doen. Dat is echt een goede, maar dat is echt, je moet eigenlijk echt om
8 uur ten laatste echt al zo vertrekken. En dan echt heel tijd doorwandelen. Om echt? Ja, je moet echt al 2 uur stappen voor de 10.000 stappen. Dat is echt nog wel wat. Ja. En je denkt ook soms zo van, oh, ik heb echt al wel wat. Je kijkt, dus je ziet zo'n 3.000. 3.000. Ik hoop op die 5. Ja, op zijn minst. Ja. Ik heb dat meestal mijn werkdag. Na een werkdag, zowel rond de 15.000 stappen toch wel. Ja, daarom. Waarom als je die voor 10 uur doet, dan zit je gewoon goed. Ja, maar dat is het ding. En dan is heel je dag zo van, oh, ik heb al best wel gedaan. Maar daarom ben ik ook echt zo blij met One Love Job. Omdat we gewoon op een gegeven moment hebben gekozen dat we doen van 12. De eerste van 10 uur open. Maar die eerste 2 uur wacht je daar toch zo voor. Voor saus. Voor saus. Of ja, ik kon wel. Al die rare mensen die binnenkomen. Ja, dingen opruimen of zo, die dingen. Maar op het einde van de dag, om 12 uur. Dan zijn skaters meestal pas wel echt in stad en ready to go. Maar ja, snap je? Dus nu heb ik altijd gewoon, ik heb mijn ochtend, dan heb ik 6 uur werk en dan gewoon avond, snap je? En dat gewoon ja, iedere dag. Dus ik heb zo wat, ik zie dat altijd zo wat 3 dagen, snap je? Zo'n ochtendje dag, je werkdag en dan gewoon je vrije tijd in de avond. Ja, dat is wel relaxed. Daarom denk je dat je het ook zo lang kan volhouden, toch? Ja, omdat je zo relatief laat begint en nog op tijd stopt. Oké, je werkt wel 6 dagen per week, toch? Dus dat je wel gewoon aan een voltijds uren komt. Maar ja, zo is het wel goed vol te houden, denk ik, toch? Ja, daarom. Ik denk dat ook gewoon belangrijk is. Dat tegenwoordig mensen... In ieder geval, ik heb ook echt vaak gehoord van mensen van... Ja, je kan toch veel meer verdienen met dit en dat. En ik, ja, tuurlijk, nu. Maar dit wat we nu doen is sowieso echt iets van... Ja, dat gaat... voor de toekomst waarschijnlijk opleveren, maar dat gaat groeien. Snap je? Het ding is, wij doen het ook gewoon van, oké, we kunnen beter iets doen waar we mee kunnen leven en wat we echt leuk vinden, dan dat hetzelfde, in ieder geval voor iets meer, een paar honderd euro meer in de maand, om 5 uur opstaan en in een fabriek staan. Snap je? Zo van, dat gaat dan maar gelukkig maken. Ja, daarom, daarom. Dat gaat je echt niet gelukkig maken. Nee, de balans is belangrijk. Ja. Ik denk dat je die nu echt goed probeer het te masteren. Ja. Maar en ook, maat, ook wat jij voor One Love Boardshop hebt betekend, gaat ook zijn vruchten kunnen plukken, toch? Ja, uiteindelijk het is gewoon inderdaad family business en dat maakt het echt nice. Ja, je bent wel daar, toch? Ik zeg, het is echt een ervaring, gewoon die winkel zelf. Ik zei het laatst ook tegen Hakan en ik zeg, man, je moet echt trots zijn, man. Ik zeg, wat je daar toch hebt neergezet, ik heb dat nog nooit in een winkel gezien. Nog nooit, daarom. Toch? Dat is echt wel gek, hoor. Dat heb je echt zo, nu ook met die Sinterklaas dingen, je merkt echt zo, ouders dat komen zo binnen tof, van, ik moet cadeau hebben, en je had moest van hier zijn, hè. Daarvoor doen we het, Zeker. En ook goed dat jullie nu zo met jullie eigen brand bezig zijn, hè, gewoon echt One Love brand naar buiten te brengen. Ja, zeker, daarom. Ja, dan One Love merch. We waren een beetje van One Love weggaan, maar nu zijn we toch wel een beetje terug. Wat ik ook vet vind is dat jullie echt zo evenementen doen, man. En nu ook zo met contesten MC Hakan bezig zijn. Ja, MC Hakan, toch? Ja. En dingen organiseren en zo, dat is ook wel vet. Ja, daarom. We hebben eigenlijk nog steeds wel het laatste feestje denk dat we hebben gedaan, was echt de eerste. Toen hebben we zo blokparty gedaan, zo bij blockparty. Oh, ja, afgehuurd. En we wilden eigenlijk nog wel eens doen, maar toen was het ineens corona, dit en dat. Dus ooit gaan we dat nog wel eens doen, maar het is gewoon veel werk en organisatie en zo. Maar dat was echt leuk. En toen heb ik echt gezien van, zie dat is echt nu al na een jaar echt al zo'n community en dat is echt alleen maar aan het... Maar dat was toch laatst ook iets, dat jullie allemaal over de tramsporen aan het jumpen waren? Ja, dat was gewoon 6 jaar bestaan van de winkel. Dan hebben we een beetje, maar we hadden niet iets afgehuurd, zo, we hadden gewoon in de winkel ook niks... Sabam, je listen. We hebben alles netjes aangevraagd. dus het was gewoon een beetje van, in de winkel, kom maar een pintje drinken. En toen waren we zo aan het skaten en toen echt 4 keer politie, omdat het stond echt zo 50 man op straat gewoon. En die komen zo van, wat zijn jullie aan het doen? En de hele tijd gewoon zo smooth talk daaruit, die reden weer door. Die remt zo terug en dan, gewoon echt zo skatefeest. Zo de leukste, gewoon een beetje zo, net zoals net zo bij feestjes, gewoon... Low security, most fun, toch? Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel... Daarom, en dat is inderdaad bij de H&M ga je niet zo'n leuk visa hebben, snap je? Nee, precies. Nee, ook die occult watch party, toen dat die uitkwam, was ook een beetje occult en one love te samen. Ja, occult is inderdaad gewoon een zo brand van
gasten die zo eigenlijk veel guys skaten voor ons team. En die hebben dan een merk en wij helpen die gewoon met die zo leveranciers en zo te vinden. Maar ja, zo kun je dat motiveren dat ook weer, omdat je zo'n familiale shop hebt. Want jullie hebben daar meerdere brands ook al gehad, toch? Van jonge ondernemers dat dan een kledinglijn willen starten. En die kunnen dan via jullie, hebben ze ook meteen een mooi kanaal weer, toch? Ja, daarom. Ja, dat is ook of borden, de Fat Frog. Die Fat Frogs, ja. Nee, wou ik nog vragen, die wobble speakers, hebben jullie daar ook iets mee te maken? Dat van... Van Carlos, ja. Ja, shout-out naar Carlos. Shout-out naar Carlos, ja, dat is wel echt vet. Ja, op zich wel, we hebben er wel wat mee te maken. Wij moeten ons bedenken, we hebben hem echt al de hout gegeven. Ik wou zeggen, hij komt niet voor niks aan zoveel borden. Maar het is hem gegund, Carlos. Tuurlijk. Maar nee, dat is echt gek. Echt super vet, want hij heeft mij ook laten horen pas geleden, maar hij heeft zo'n grote, dat ding echt fucking hard. Ja, want om even kort samen te vatten, hij maakt eigenlijk van skateboards, refurbished die naar speakers. Ja. Bouwt die om oude planken. Ja. Oh, ja, misschien zoek eens op wobble speakers of zo. Kun je op Instagram. Ja. Op Instagram is op Instagram inloggen. Dan, maar dat is echt vet. Ja, ik kan mooie dingen maken van skateboards, hè. Door die plies, dat is echt... Door die plies, inderdaad. Maar hij heeft ook gezegd, dat is uiteindelijk het niet makkelijke, maar dat is het... dat is gewoon veel werk, zo daar samenvoegen. Maar hij zegt van, maat, gewoon die knowledge achter die box en zo, en de juiste parts vinden, en hoe hard moet die bas dat hij niet zo te hard trilt, en zo. Dus daar zei hij van, dat is echt een proces, dat hij nog steeds gewoon aan het... fine-tuning. Ja. Sound engineering is inderdaad wel lastig. En je wilt dat dan met Bluetooth, ja. Ja, hier, kijk, dat is toch fucking weird. Dat is met die ply, toch? Dat je zo van die... Dat zijn allemaal gewoon oude skateboards, gewoon kapot gezaagd. Echt vet, ouwe. Oh, wel proper. Ja, man. Maar dat moet wel wat kosten. Ja, maar handmade shit, daarom. Ja, maar kijk, battery life 8 uur, die zijn gewoon Bluetooth, man. Ja. Daarom, die had hij laten horen. What? Deze, maat, dat ging ziek, hè. Ja, man. Ja, dat ik wel zeggen, dat kan ziet er ook wel goed uit. Holy shit. Daarom, ik zag tegen hem van, maat, als ik nu al gewoon zo fucking rijk zou zijn, ik had dat direct gekocht. Dat is echt zoiets, als er gewoon een skater is die geld heeft. Ah, joh, hij moet, ik zie ook weer zoveel mogelijkheden met deze shit, hoor. Je kan er echt knallen, hè. Ja. Als je daar... Als je dan naar de juiste, ik weet niet wat ze prijs of zo zijn, maar je kan... Je moet al high-end gaan, hoor, want je kan niet zomaar, heb je wel wat borst voor nodig. Yeah. En er is geen unlimited supply bordenstream, dus. Nee, daarom. Nee. Ja, het is wel exclusief item, maar ik kan uiteindelijk ook gewoon nieuwe borden gebruiken. Oh, maar hij heeft al wel 700 voor of zo. Dus dat is niet dat niks. Zijn ding is, dat was gewoon zijn Instagram. Ah, oké, okay, hij is zijn eigen. Sorry, Facebook. Shout-out to Carlos. Ja, toch? Nee. Ja, iedereen moet op zijn grind blijven, man. Maar, Die wobble speaker is ook een beetje in dezelfde stijl als de One Love sticker. Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat is gedesigned door dezelfde guy. Ja, dat zie je wel. Nee, dat is goed. Dat is community. Shout-out Yvonne. Uiteindelijk, One Love blijft echt een van de vetste merknamen. Ja, dat is wel een mooi werk. Ja, zeker, man. Misschien vandaag de dag een beetje verkeerd geïnterpreteerd, maar... In Qatar moet je niet in Saudi roepen. Nee. Een beetje naar de, gewoon de, hoe zeg je dat? Bob Marley versie van de tekenis van het woord. Mm. Dat wel. Ja, nee, dat is inderdaad. Preach, One Love. Want het ding is echt, die winkel heet al One Love en hij was aan het denken, ga ik dat veranderen? En toen was hij van, nee, dat is gewoon te dik. Wat is die getrademarkt? Mark. Ik denk, je moet gewoon zo'n domein kopen, of zo'n site of zo, denk ik. Je kan de naam beschermen. Ja, als je die naam wil. Nou, er is nog wel een andere One Love workshop ook. Ik wou zeggen, ik denk niet... Ergens in Spanje of zo. Ja, maar dan moet je het Europees beschermen. Ik weet niet, misschien moet je eens een hak aan vragen. Maar ik denk, One Love is wel moeilijk om te beschermen. Daarom, en dat is wel pricey. Wij moeten biohackers ook nog steeds beschermen. Nee, dat is al in aanvraag. We hebben dat niet betaald. En dat moet je niet zeggen. Maar vanaf dat pending is, kunnen ze dat niet meer stelen. Dat is het ding. Nee. Ja, ligt eraan wil je het Europees, wereldwijd of Belgisch hebben, maar het begint wel vanaf 1-2k of zo. Toch? Europees al een stuk meer. Zo duur. Maar meestal doen ze zo België, Nederland en dan misschien zo Spanje of zo. En dan kan je nog uitbouwen naar alle landen in Europa. Yeah. Zo. Dat is echt weer een hele scam erachter, maat. Net zoals die Sabam. Nee, maar ze moeten geld pakken betalen, ergens. En dan ben je eigenlijk, dan zijn we eigenlijk nog, vind ik eigenlijk wel
remarkable voor onze podcast. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn, maar nog vrij weinig jiu-jitsu talk. Ja, dat komt nog. Dat komt nog, die komt nog. Oké. Hoe lang heb je nu je blauwe band? Blue belt. 2 maandjes. Nieuw blue belt. Daarom, nu ben je niet meer de rookie, man. Nu mag je niet meer... getapt worden door white belt. Daarom ik rol niet meer met de... Nee, maar hoe is dat verschil nu? Vertel eens. Het verschil? Ja. Op zich, niet veel buiten dat ze hogere belts gewoon nu harder gaan smashen. Ja, daarom. Die ineens, want daar dacht ik pas nog over. Hè. Als white belt ben je met zo'n hogere banden bezig. En jij kan gewoon basically jouw game performen. Maar zij hebben ondertussen al jaren ook heel hooks en alles erbij moeten doen. Kneebars. En die shit ook moeten defenden. En die mogen dus maar een deel van hun game op jou gebruiken. Ja, Zeker als je dan tegen echt high level leglock motherfuckers rolt. Die dan gewoon basically de helft van hun game kunnen gebruiken. Maar. Nee, maar dus vanaf dat je blauw bent inderdaad, zit je wel gewoon in de categorie waar dat... Ja, zo heel hoeks is goes. Inderdaad echt een gekke dat inderdaad wel echt zo even op het begin zeker, maar echt higher, zo bij ons hebben Pavel en hij is echt zo de guy die mij het meest al zo in de heel hoek heeft gehad. Maar hij is ook gewoon zo echt zo, hij is zo brown belt en hij pakt mij daarin, hij heeft gewoon zo mijn heel en hij kijkt gewoon zo naar mij zo van, zet hij wil gewoon dat jij zo ziet, dat jij die danger zo voelt van oké, als hij wilt kan hij hier mijn knie gewoon kapot maken. En hij zet dat niet aan, want hij zegt ook van ja, zet zoiets. Zet dat leren we ook wel zo van: je moet dat niet aanzetten zo in training, omdat je van ja, zo heel hoek, je bent gewoon blessure tijd als je niet op tijd hebt toch. Ja. Maar voor de rest, ja, snap je, soms ook wel misschien met zo'n white belt die ook al goed zijn en die zijn zo even aan het winnen, moet je zo oké, fuck, dat kan niet. Snap je, ik moet even die guys geven. Maar ik vind dat wel leuk, Gewoon, En blue belt heeft je nu 2 jaar bijna geduurd om. Ja, 2,5 denk ik. We hadden ook zo corona en zo. Tuurlijk. Toen was de training niet consistent en was het soms wel, soms niet. Maar ik denk nu ongeveer 2,5 jaar dat ik daar ben ingeschreven. Ja, maar dat vind ik wel mooi dat bij jiu-jitsu moet je het echt earnen, toch? Ja, waar ik denk bij andere sporten zijn ze meer van, ja, hier is je band, toch? Snap je? Terwijl bij jiu-jitsu, dat zegt veel meer, toch? Tenminste, bij de meeste gyms dat er zijn. Dat scheelt ook nog wel, inderdaad, maar... Zeker, Triforce is heel solid gym. Ja, Triforce weet gewoon, guys die daar vandaan komen. Als die blauwe band hebben, dan zijn die legit. Ja, dat wel. Maar hij moet ook blauwe band krijgen. Hoor. Ja. Hij is een leugenaar white belt. Ja, hij is een scam die white belt. Ik doe het, want jij zegt 2,5 jaar, maar ik op papier doe ik het nu 1,5 jaar. Mm-hmm. Maar inderdaad, er zitten wel 4 maanden, 5 maanden... corona in waar alles denk, dicht was. Daarom die periode dus tel ik er zo bij van ongeveer. 2,5 jaar, maar uiteindelijk 2 jaar les. Hè, want daar, ik heb ook wel wacht. Ik had zo 1 maand en toen was het zeg maar dicht voor 6 maanden gewoon. Dus toen heb ik die 1 maand les gehad. Maar ja, dan kan je echt nog niks na 1 maand. Of ja, kan je zo net een triangle. Ja. Maar jouw movement sukt echt, toch? Dus in principe leer je dan wel wat bij als je met vrienden hier en daar met die 1 maand les wat traint. Maar er is zo'n groot verschil tussen met vrienden trainen en effectief les volgen. Ja, natuurlijk. Dus. Dat is echt gek. Gypsy, pas op. Gyps. Maar inderdaad, ik ga binnenkort wel. Ik heb nu 4 strepen. Die blauwe band komt nog wel. Oké, Gypsy, kijk. Ik ga die pakken. Ik ga die hier doen. Zo. Doe maar even daar spelen. En mij lijkt, want je hebt nu nog geen competitie gedaan als blauwe band. Nee, nog niet. Maar dat lijkt me wel echt nice, omdat mensen dan zo precies zo met meer respect rollen, meer aware zijn of de dangers, minder ik ben gewoon wild in zijn. Ik wel eens inschrijven, gewoon even checken. Maar uiteindelijk bij mij is het ook zo van, ja, ik doe dat ook echt gewoon zo als hobby. En, ik vind dat wel leuk, die competitie, dat pusht je gewoon om zo meer te trainen, omdat je daar zo ziet van, oké, de guys die dat echt zo... willen doen, competities zijn echt wel pak beter dan mensen die gewoon komen om dat zo'n beetje te leren. Te? Dus daar vind ik ook wel leuk competitie doen, dat je dan ook even zo die week hebt dat je zo even daald in moet zijn. Zo van oké, ik moet goed slapen, goed eten. Niet te veel eten, want ik moet dat gewicht halen. Dat is gewoon goed om zo die. Het is goed om even die discipline te hebben. Ja, zeker wel, man. Dus dat vind ik misschien een van de leukste dingen aan competitie. En gewoon zo die spanning, dat je gewoon zo. Ik ben aan het wandelen met Jake.
in mijn hoofd, ik ben al daar zo aan het rocket gedaan. Dan je weet al helemaal zo, je voelt je hartslag al zo kloppen. Van, is komisch. Heel die situatie in je hoofd uitspelen, eindstand, dat werkt helemaal anders. Yep. Classic. Technical difficulties. Oh no, no, no. Jeez. Nee. Het blijft echt fucking weg. Ik zal het even op groot zien zetten. Nee, het is die witte kabel, man. Ja, het is de witte. Ja, ik denk, hij moet gewoon stil gaan. Ja. Goed. Ja. Ja, hoor. Oké. Okay. Prima. Lekker. Helemaal mooi. We worden steeds beter en beter. Als ze nou eens fixen dat die koude kabels gewoon is weg. Die kabels, altijd nieuwe kabels. Altijd gezeik. Dan is het die kabel. Dan die kabel. Je hebt een kabel ook al. Is allemaal leuk, podcast, maar komt er wel wat bij kijken. Dat zie ik. Valt hij aan het over. Ja, en het is ook elke keer weer een beetje daar kut en daar kut, dan is weer hier en daar. Ja, klopt. Maar we komen vallen we en opstaan, toch? Daarom. Nee, maar ja, jiu-jitsu, leuke game, toch? Ik denk dat het wel een goede... inderdaad, je moet niet altijd per se ergens naartoe gaan om te zeggen van ik moet en zal de beste zijn. Nee, je kan ook gewoon... Jiu-jitsu is heel goed om inderdaad eventjes die alles eruit te gooien en bezig te zijn. Het is echt de chess, toch? Het is echt ook een mind-body connection dat je moet hebben. Ja, en ik denk dat je al heel snel bij jiu-jitsu, zeg maar, het gevoel... Ja, niet eens het gevoel hebt, maar ook basically mensen die niks van martial arts doen of niks van gevechtsport of niks in die richting doen, al heel snel gaat kunnen overmeesteren door het gebruik van jiu-jitsu. En dat heb je met andere gevechtsporten niet zo snel. Snap ja, je? En dan sla je hem kapot. Daarom, ja. Met karate, dan ga je een headkick gooien en je trapt een tanden eruit of zo. Mm. Maar met jiu-jitsu kan je echt al na een paar maanden, door een paar solid moves te kennen, in ieder geval een iemand controleren. En, maar is dat... Zeg maar een even een scenario, toch? Dus je komt zo'n gekkie tegen in de supermarkt, die echt gewoon... mensen aan de kassa aan het lastigvallen zijn, echt een guy die gewoon vervelend aan het doen is. En je komt uiteindelijk in de situatie dat je wilt overmeesteren, om zo te zeggen, maar die guy staat echt ready om echt te punchen in dit tijd en echt roekeloos te zijn, toch? Grab is your gun. Welcome to America. Welcome to America. Nee, maar, gewoon color tie, pull guard. Maar dat is het ding. Je moet oftewel uit distance blijven, oftewel er tegen zitten. Ja, ja, dat is het ding. Maar hij gaat swingen. Yeah. En je dukt onder die ene swing. En als hij sukt, boom, double leg. Of hup, je circelt naar zijn back. Vanaf dat je zijn back hebt, je kan hem trippen. Knee on belly. Je kan van alles doen. Vanaf dat de distance gewoon korter is dan een arm reach, dan kan hij niks doen. Ja, want ik spreek uit ervaring, toch? Al raakt hij jou één keer, als die niet perfect on the button is en met een goede swing, jij gaat dat amper voelen. Mm. En jij gaat daar gewoon close bij hem zijn en hem gewoon neer kunnen halen. En daar is hij ineens in de deep water. Hij is nog nooit... Heeft hij iets van ground game gehad? Nee. En dan gaat het niet lang duren. Dus, ja. Nee, maar het ding is... Wat je sowieso bij jiu-jitsu eigenlijk de mindset ook is, waarom ik dat ook echt de vetste sport vind, die gaan zelfs als iemand wil vechten, blijven zeggen, nee, ik wil niet vechten. Nee. Die blijven gewoon zo defensive en zo van, kijk. En als het echt escaleert, moet iemand al, die zeggen ook altijd van, jij moet distance bewaren, van dat hij je niet kan punchen. Nee, nee. En als het echt escaleert, en jij ziet, hij swingt, jij bent ver genoeg, en dan close jij die distance en je hebt hem vast. En als hij dan ineens secret black belt is, wordt geen probleem, maar als hij niks kan, gaat jij hem, de kans is heel groot dat je hem gaat kunnen aanpakken. Of het moet echt zo'n natural, strong guy zijn die gewoon een beetje zo... Ja, maar zelfs dan kunnen die meestal niet veel. Die doen zo die ene move en als dat niet werkt of als je een back hebt of zo, zijn die zo, wow, fuck, ik weet niks meer. Gewoon bijvoorbeeld, ik heb echt toen ik jong was judo gedaan en toen was ik zo op een gegeven moment, in ieder geval toen ik echt jong, 6 was denk ik, 6 tot 8 of zo, heb ik judo gedaan en dan ben ik naar België gekomen. Ben ik gaan voetballen omdat ik dacht van, oh, dat is echt nice. 2 jaar volgehouden of zo, 3 jaar. Dan ben ik gaan skaten. En toen
miste ik altijd wel zoiets van, zo, ah, die martial arts, ik zo vroeger deed, zo die judo, ik mis dat wel. Zo'n beetje zo die, gewoon zo die uitdaging en zo'n beetje die fears of faces van, zo, ah, mensen kunnen u kapot maken. Zo, dat, dat zo. Want ook iedereen denkt altijd dat hij kan vechten, toch? Dat, dat had ik vroeger, vroeger ook altijd zelf. Altijd een ego. Van, zo van, ook al kunt jij niks, jij denkt, ja, als erop aankomt, ik sla die kapot. Hè? Terwijl, van waar het je die informatie zetten? Ain't no matrix. Dus op een gegeven moment, ik was eerst kickbox gaan proberen met Dillen bij zo de Bulldogs, dat weet ik nog. Toen waren zo'n training gaan proberen. En op zich, dat was nice, maar het ding is, ik zag al snel van, of ja, in ieder geval, dat was mijn observatie van, oké, die guys daar in die corner, hun trainen echt, dat zijn zo die guys die wedstrijd gaan doen. En hun worden echt zo top gemaakt. En wij stonden gewoon een hele training tussen te veel mensen. Te slaan, zo 1, 2, hoek. Oké, nu ga. 1, 2, hoek. En dan, gewoon zo, en dan kwamen die zo. Het enige zo tip dat ik heb gekregen daar was zo, die kwam langs. Handen hoog. En dan liep je zo door. Maar die training, toen heb ik ook nog even in de ring gestaan, toch? Weet je nog? Toen moest ik zo met zo'n een of andere guy ook zo die 1, 2 in de ring zo heen en weer. En zo footwork. Ja, dat kan. Of, dat, of ik weet niet of ik daarbij was. Maar in ieder geval... Was Ibi daar ook niet bij? Dat was niet met mij dan. Nee, ja, dat was nog een andere keer. Maar in ieder geval, dat gaan doen. En toen was ik zo van, ja, nee, dat is het niet. Snap je? En ook gewoon zo die sfeer. Ik voelde dat niet zo hard aan. Ja. En toen was ik zo opgezoeken, zo, want ik luisterde natuurlijk Joe Rogan af en toe. En toen hoorde ik hem zo vaak over jiu-jitsu bezig. Ik denk zo van, oké, misschien moet ik dat eens gaan checken. En ook, wij keken toen ook wel veel UFC. Dat was echt de periode dat ik zo was van, fuck, ik moet dat ook gaan doen. Snap je? Iets trok me aan zo die violence. Eindstaat toen was ik zo jiu-jitsu, ik kom daar binnen. En direct zo, iedereen zo best verwelkomend. En ook gewoon dan ineens, die les was direct zo, oké, je krijgt een uur gewoon techniek. En dan leert je dat. En dan op een gegeven moment ga je nog een beetje zo van, ja, zo wat sceptisch van, werkt dat? En ik dacht ook van, ja, ik heb judo gedaan, Saaf, ik ga wel surviven. En dan, op het einde, zat je altijd een uur les, dan een half uur sparren. En we gaan zo sparren, en ik weet niet meer wie, maar iedereen daar. Maar fout, jou. Die kon het doen met mij wat die wou. En toen besefte ik, what the fuck, in mijn hoofd dacht ik echt van, ja, ik heb ooit karate gedaan, en zo dit en dat. Oké, we konden niet strijken, dus dat konden we niet weten, maar gewoon zo qua grappling, maat, die hebben mij alle hoeken van die kamer laten zien. Snap je? En toen besefte ik zo, dat is het punt dat veel mensen of denken, oké, nee, man, zijn ego is gebroken, ga naar huis bij mij, mijn ego was gebroken. En ik denk, oké, maar ik wil leren hoe ik dat met mensen kan doen. Snap je? Zo, dat was mijn drive. Zo, maar, okay, als hun dat met mij kunnen, kan ik dat ook met mensen gaan doen als ik gewoon terug blijf komen. En dan direct zo inschrijvingsgeld betaald. En ik weet niet meer wie het was, maar door hem ben ik ook echt gemotiveerd om veel te komen. Want hij zei zo, ah, en jij bent nieuwe sponsor, of wat? En ik sowieso. Hij zei, ja, de meeste mensen schrijven zich in. En die komen een paar keer en die komen toch niet meer terug. Dus ik zo, ik ga hem laten zien. Hij gaat wel nog bui worden. Ja, ik ga hem wel blijven komen. Prijsvolg moet niet verdienen. Voilà. Dus toen ben ik gewoon blijven gaan. En nu Blue Belt ook. Al 2,5 jaar verder, dat is wel gek, hoor. Ik was ook pas, ik ben ook door jou geïnspireerd. Omdat jij toen ook al een aantal maanden jiu-jitsu deed. En volgens mij was ik gewoon van, shit, voordat ik het weet, gaat hij mij straks... Ja, maar niet getapt, hoor. Meester, fuck, gotta join one. Toen heb ik ook Enzo Gracie daar gevonden. Toevallig letterlijk op mijn pad. Ja. Maar nee, dat is ook een reden waarom dat ik nu gewoon... Hey, ik voel het aankomen en ik wil ook snel naar Blue, want daar gaan die competities nicer worden. Maar nu is het gewoon echt nog even leuk ook om zo die nieuwe guy in de gym te zien komen. Zo gewoon eject, stocky guy. Of iemand die zo duidelijk, die heeft zowel een gedragen kimono of gi van een andere club of een andere, weet ik veel wat. Dan zie ik zo van, oké, deze guy, aan het einde, ga ik even met hem rollen. Laten zien, even humbelen. Ja, die white belt surprise is wel. Dit is jiu-jitsu, toch? Een white belt gaat jou gewoon mangelen, maat. Maar dat is echt het ding. Je moet gewoon blijven, want uiteindelijk is dat gewoon dat je moet blijven komen. Want als ik nu een paar maanden niet zou gaan, dan er gaat zo'n white belt zijn die mij gaat tippen, dan omdat hij wel altijd is gekomen. Daarom. Consistentie is ook. Ik heb ook bij veel mensen gemerkt van, vroeger was dat zo, oh, easy ronde. Ik zat er gewoon zo van, oké, dat wordt leuk, ik ga gewoon mijn submission highlights kunnen doen. Zo, woep, woep. En dan, ineens een paar maanden later, je bent zo, huh, hoezo kan ik hem niet meer submitten? Zat ineens wordt zijn game ook zo beter en beter. Je ziet van, oké, iedereen die blijft komen. Leveling up. Ja. Eerlijk, Nolly, frontside en backside 180's zijn
the equivalent of darts en anacondas bij jiu-jitsu. Zo, nu zijn we wel even terminologie aan het gebruiken. Nolly of fakie front 180, toch? Iedereen is zo, is dat nou front of is dat back 180? Ja, zo, ja, en bij darts en anaconda is dat is ook. Ja, zo, ja. Maat, je moet gewoon eigenlijk weten, die anaconda is die lock bij de oksel en darts is lock bij de nek. Ja. Maar toch wordt dat vaak verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd... Nee, even making some crazy moves. Maar wat is nu... neem ons eens doorheen, jou, hè, want submissions, dat is iets wat dat mensen echt kan onderscheiden. Ik kan confidently zeggen dat Huub iemand is die kan hunten naar submissions. En jij bent iemand die mensen echt tapt, toch? Dat is niet iedereen in zijn jiu-jitsu journey is maar zo. Ik merk wel, ik zeg dat pas even, zo nu dat ik blue belt ben, en zo, nu heb ik vaker zo matches dat ik zo eigenlijk... Dat is wel... even is, snap je, dat je zo elkaar niet hebt. Maar daar leer je vaak echt veel meer van, dat je echt moet strijden en je kunt zo niet afgeven, want het komt dat je even zo terug zo wat je gas wegneemt en ineens die andere guy is zo u aan het overtreffen. Je bent zo, oké, nu moet ik weer keren. Zo'n wedstrijden zijn vaak echt goed, want je hebt vaak wedstrijden, of ja, zo sparring, zeg je gewoon zo, ja, submission aan submission, maar uiteindelijk is dat vaak dan zo te makkelijk of zo. Ja, ja, sowieso, maar uiteindelijk... niet iedereen submit, toch? Nee, dat is waar. Er zijn genoeg dat mensen die gewoon choken op dat moment, letterlijk. En ja, wat zijn jouw favorites? En vanaf het begin tot nu zijn er veranderingen gekomen. Hoe laat je people tappen? Triangles. Ik mag nog mijn secrets niet voor te klappen. Nee. Jezus. Bugger choke. Nee, dat doe ik niet. Ik wil side control. Nee, de eerste submission, ja, sowieso denk ik, dat was bij iedereen de classic rear naked choke. Maar de eerste... Dat is toch de meest satisfying. Ja, dat wel. Dat is wel echt zo die film shit. Ja, man. Maar, strangulation. Nee, ik denk triangle, dat mijn eerste was die echt zo goed werkt. Gewoon omdat ik zo best lange benen heb. En dat is gewoon, zeg maar, je hebt die tussen je... Zet er zit één arm en zijn nek zit tussen je benen. En dan squeeze je dat in de vorm van een triangle. Zo. En ik weet niet, daar begon ik snel al zo te merken van, oké... Ik kon dat al zo best goed, zo van oké, ik kan dat forceren hier, als ik die hand zo wegdoe en aan mijn been doorschiet. Maar dan leer je met de tijd dat meer doen als... zeg maar, dat komt zo... mijn meeste triangles zijn er gewoon ineens. Ken het, als je bent aan het rollen en ineens ik zie zo, wacht, mijn been kan hier door. En dat is gewoon zo'n reflex dat je zo creëert. Ja, daarom. Je schiet dat erdoor, een triangle. En jou, dat is wat de mensen vergeten, hè, hoe dat jouw knieën naar elkaar gedrukt moeten worden. Vanaf dat jij die binnenkant van je benen gebruikt, hè, ik weet nog in de tijd dat we zo gingen fitnessen en zo. Iedereen heeft dat die tijd in zijn leven wel gehad. Hit in de gym. En dan is er altijd de apparaat dat zo de binnenkant van jouw benen. Dat is voor vrouwen. Voor vrouwen, denk ik. Om de strak te houden. Maar ik skipte die nooit. Die zo naar binnen duwen, dat kon je echt gewoon full power pakken. Dat was week voor 60 kilo of zo. Kon ik alles pakken. Dat alles dichtnijpen. Dat is die spiergroep die je gebruikt om een triangle te finishen. Want vanaf dat je... een arm en een hoofd hebt, boom, je klemt dat samen en dan kan je wel, zeg maar, hoppen naar een figure four met je benen. Ja, maar het ding is ook, uiteindelijk, wat ik echt vooral had bij triangle op begin, ik heb zoveel mensen die escape nog gegeven, omdat ik had die gewoon triangle, maar jij moet, omdat dat zo eigenlijk, als je je benen gewoon slaat, is je driehoek, zeg maar, van je benen nog best groot. En jij moet dan een angle maken, zodat dat zo... sideways gaan, dat was veel kleiner. Dus ik had zo altijd mensen in triangle, dan was ik gewoon aan mijn scheen aantrekken, gewoon zo van SL squeezen, maar soms, ja, dat is kut, maar mensen kunnen nog zo die halve ader hebben, waardoor die zo'n beetje zo licht kunnen zagen, en dan heb jij niks aan. Half dicht geknepen rietje. Maar, ik weet het, bij jiu-jitsu heb je echt al gevoeld, hè. Je bent zo in een submission, maar je voelt echt zo, er is zo één ader. Die werkt nog. En je kunt gewoon zo daar zo... Ik voel me altijd zo die SpongeBob in die aflevering die zo uitgedroogd. Bij Sandy. Dat is maar dus dat. Maar, en dan op een gegeven moment leerde ik zo van oké, jij moet gewoon je been of je arm onder dat been, zodat je lichaam sideways gaat en dan kun je die hoek dichten. Ja. En dan en je moet direct mensen... jouw knie to the back of his head krijgen. Ja. Dat echt die schouder helemaal weg is en dat je die niet... dat niet heel die schouder daaruit is, want dan kan je basically, heb je echt ruimte. Ja, dus mensen dat, moeten de schouder gewoon moet helemaal naar boven kunnen gaan. Dat is een defense, gewoon zo posture op en naar achter. Maar dat is ook het leuke. Snap je, op het begin lijkt het echt zo,
je hebt zo'n move, je denkt, wow, ik ga iedereen hiermee pakken. Er zijn duizend en één manieren. En dan ineens zo, je komt de eerste guy tegen met zo'n goede defense op die move, je bent zo, I know, deze is mijn gameplan out the window. Ja. Maar na een tijd begin je ook wel echt goed te worden in die submission, dat je gewoon echt de meeste windows of opportunity to escape gewoon kan cancelen, basically, of can shutten. Ja. Maar daarom gaat jiu-jitsu ook zo diep, toch? Omdat, er zijn op zoveel levels dat je kan bewegen. En ja, en voor mij is dat ook gewoon omdat dat de enige, denk ik, martial art is waar je gewoon fully kunt sparren, zonder elkaar, ja, van, je kunt elkaar wel zeren, maar ik bedoel, van zonder elkaar echt zo brain damage te moeten geven. Ja, bij kickboksen. En ook gewoon bij kickboksen bijvoorbeeld, daar ga je je eigen ego, denk ik, ook gewoon vaak kunnen saven met, oké, hij heeft mij rammel gegeven, maar dit was niet echt. Als ik echt was en kon full power, kon ik hem zetten. Dan blijft hij weer in die zassen cirkel zitten. In die fantasy zo, van, oké, maar als het echt was. Maar bij Jitsu is dat gewoon, oké, man, hij had mij gewoon gekild. Als het echt was, ik was gewoon dood zetten. En dat is gewoon die goede. Dat is bij sparren. Je wordt daar echt humble van. Ja, zeker. Ja, bij kickboksen en zeker bij MMA sparren is. Zeker bij MMA sparren heb je dat al minder van als het echt was. Want uiteindelijk, die shots en zo, die ga je wel raken. Maar je gaat niet echt gerokt worden. En je cardio moet gewoon daar zijn. Als je niet. Je kan nog steeds gemolken worden. Meer met die punch. Maar ja, je bent zeker van, ik heb niet hard kunnen slaan. Ja. En je hebt gelijk. De kabels zijn vandaag even Maar hij kan ook leeg zijn, hè? Ah, hij is leeg volgens mij. Nee, hij is niet leeg, zie je. Hij is fully black. We're back. Zo, vandaag wel echt. Wat technical difficulties. Ja, sorry mensen. Huup, jongen, wat doe je allemaal met het leuk. Nee, ik denk nu dat we dat witte connectortje moeten vervangen. Ja, en dan volgende week is de kabel weer en dan is het je weer. Je moet nee, denken. Na dit kan er niet meer veel vervangen worden. Nee, want we zijn echt al zo alles aan het upgraden. Van zo scary kabels naar dure kabels naar beter. Ja. Maar deze, degene die het nu niet doet, is gewoon een iPhone original. Ik had wel gemaakt dat er 10 camera's waren. Ja, dat lijkt het. Ik zag zo die video van dat je zei, iedere keer zo meer. Ik denk zo, shit, als ik daar ga komen... We moeten allemaal zo'n GoPro op onze hoofd zetten. Live rond en vliegen. Ik was zou nog vet zijn, toch? Je hebt zo'n GoPro op. Dus je kunt van iedere angle dat ik zo dat deel kijken. Even toe switchen naar de GoPro die rond de doggles verbonden is. Ja, daarom. Of je kan hier zo'n 360 cam zetten. Ja. Mensen kunnen zelf slepen naar wie ze willen kijken. Ja, we kunnen zelf. Ja, VR, kunnen ze hier zitten. Of dat zoals die TikTok-video's dat die gewoon heel veel zo rond gaan. Oh, maar zo'n 360 cam met VR-bril, denk dat dat wel vet is. Dat het moet gewoon een andere episode zijn. Ja, Biohackers 360 VR. €5 per aflevering. Per episode, Die zitten daar aan tafel. €30 abonnement. Dan hoef je niet eens te switchen. Nee, je kunt ze gewoon kijken zelf. Ja. Hallo, ik ben hier. Rippy, hoor. Die shit is al daar, maat. Ja, VR. Maar gewoon letterlijk, je kan zitten met een bril op, met een laptop voor je en je hebt gewoon schermen, hè, dat je projecteert waar je gewoon alles van je computer... Die shit is er, hè. Ja, weet je wat we nu hebben? Iets nieuws. Dat zei Mattie van mij er straks. Je hebt dus een soort van VR-bril, maar er kunnen ze dus games en whatever op spelen, maar dat moet niet meer met de bril zelf. Dus met 5G gaan die eigenlijk gegevens en weet ik veel hoe het dat juist werkt, toch? Maar dingen halen van een server, waardoor je eigenlijk nu maar een gewone bril bijvoorbeeld, hè, een dun montuurtje, gewoon een klein beetje het dubbele ervan, en gewoon dat hebt als bril, echt zoiets doen, en gewoon kunt gamen, kunt doen wat je wilt, en, zeggen, en niet meer met zo'n dikke future. Maar, is dat dan niet zitten? Augmented reality, dus dat je nog wel je beeld hier zeg maar hebt? Hoe bedoel je juist? Argumented reality is dat je gewoon elkaar rondlopen en dat er zo shit verandert. Precies, dat je nu bijvoorbeeld hier, omdat je die bril op hebt, hier ineens een weer widget ziet. Hè. Je kan een scherm daar zetten, toch? Dat is argumented reality, denk ik. Ik kan zo zetten dat je zo gewoon zo'n patroon hebt. Augmented, niet argument. Gewoon zo Call of Duty, HUD. Heads-up display. Nee, ik weet nog, vroeger op PSP had je echt al zo games, dan moest je zo'n camera bijkopen. Ja, dan kon je zo rondlopen en dan kwamen er zo'n monster zo in je kamer en ik dacht, wow, dat is fucking crazy. Ja, en dan had je er wel die fucking bril. Klopt. PSP, zo. Pokémon Go. Dat was mijn ding wel, PSP. Ja? Ridge Racer en zo.
Alleen mijn broertje uit, ik mocht er nooit op, joh. Ik heb ooit echt... Fucking shout out naar hem, we zitten kopen aan. Ja, kopen, ik mek. Hij is echt wel het lijpste restaurant dat ik ooit heb gezien. Ik zag die video ook, ik zag toch. What the actual fuck, we moeten die eigenlijk even bovenhalen, man. Over welke nemen? Wacht, ik zal die sturen naar, kan ik die naar bijwerken? Ja, tuurlijk. Maat. Ja, dus zijn broertje Ben, die is dus naar een hotelschool heeft hij gevolgd. Ja, zo in Coxade, dat is wel de number one een beetje van België. En hij is daar geweest en dan heeft hij hier best lang bij dinges gewerkt. Dim Dining. Dat is ook zo'n Michelin zaak. En dan had hij zoiets gehoord van de Alchemist in Kopenhagen. Of iemand kende hem, ik weet het hele verhaal niet precies. Maar eindstand mocht hij daar een dag gaan proberen. Of die, dan kon hij kijken van, hey, kunt jij meelopen? En dan gingen die zeggen van, ja, je mocht hier eens werken of niet. En toen vonden ze hem echt nice, zei van, als jij wilt, mocht je er komen werken. En toen is hij gewoon een paar maanden later, ja, nu net 2 weken in Kopenhagen. Hier, bro, besef even dit. Alright, let's go. Dit is echt gestoord. 50 course. Niet zomaar een restaurant, echt een experience waar ze voor... Staat die aan? Ja, toch? Nee, ik hoor nog niks. Ik hoor niks. Het geluid ervan. Dance during a meal, and how many of these courses would you eat? This is space bread, this is an omelet, these are lungs, and this is a banana. During this meal, you have some powerful dishes about child labor, blood donation, and then you have some fun dishes like this Squid Game bread, a replica of the chef's tongue that you French kiss, an eyeball, and a blood drop dessert with visuals to match. It's bizarre, it's creative, and it's my new favorite restaurant of all time. This is Alchemist in Copenhagen. It costs $600 per person, and Course 7 hours. Dat is echt een experience. De hele dag. En dat is ook echt zo van, maat, als jij daar wil eten, jij kunt over 2 jaar komen. Volgens mij is dat echt zo. En van binnen ziet dat het er ook echt... dat was een locatie, denk ik. Ja, ik weet het niet zeker, maar dat is in ieder geval echt zo met zo grote schermen overal, dat die zo bij dat eten, zo visuals inderdaad doen. En echt zo'n crazy experience. Ja, maat, dat is wel gek. Maar ja, zijn broertje die werkt daar, dus als chef, als kok. Daarom Ben, ooit in de Bijwerkers podcast. Ah, Matthias, 70k likes ook. Daarom, die verhalen komen. Oh, wacht even. Kan ik zeggen, back in the day kwam jij moeilijk doen dat wij laat nog zaten te gamen. Ja. Zaten wij zo skate 2 aan het spelen, skate 1. Ben. Nee, wij twee. Ja. En ik kwam Ben. Ben, ja. Jongens, vroeg slapen. Oh shit, man. Koffiepauze. Koffie. Zo. We hebben wel een machine die. Altijd weer eens met de machine. Ja. Zo gewoon leuk. Nu is er ook weer iets, Charles. Bonen moeten gegrind worden. Bonen moeten gegrind. Bonen moet je grind. Hoe is het eigenlijk met skaten die drop-in? Hoe dat werkt. Ja, hoe dat je die vier, dat is wel een vier toch? Eerlijk, als je daar staat. Ik had er ook over met Dylan van de vorige week. Zo van de week. Dat is echt zoiets dat je echt herinnert van zo het eerste moment dat je dat hebt gedaan. En bij mij was er echt ook niemand die ik kende kon dat. En dan Brent Snoeys was in het weekend was hij ergens geweest in Oostende of zo. En hij zei: ja, ik ben daar geweest. En ik heb gedropt en wij allemaal zo. Nee, dat zal wel. En wij zo, kom, we gaan na school, gaan we na die ramp en dan gaan we indroppen. En wij zo allemaal, oké, we gaan mee. We staan daar op een gegeven moment na school op die ramp en hij zo, oké, ik ga droppen. En hij gaat daar zo staan en je ziet hem zo twijfelen van zo, shit, moet ik dat wel doen, toch? Je moet woorden nakomen. Ja, daarom, toen vooral daarvan, fuck, je dat gezegd. Of hij heeft dat gedaan, dat weet ik nog steeds niet, maar of hij had dat gedaan en was gewoon weer bang, maar hij heeft er echt een half uur gestaan of zo. En toen ineens, hij was zo, oké, ik moet dat wel doen. Hij zet zijn voet daar zo op, hij dropt in en echt nog geen seconde later, ik zet mijn bokboek, ik doe dat gewoon. Ik was gewoon zo, hij kan dat, in mijn hoofd, dat kon niet. Ik was echt zo super. En hij was ook niet de beste van de groep. Nee, daarom. Dus ik kon zeker niet achterblijven qua zo van, oké, als hij dat doet, moet hij dat moet je ook doen. Ja. En zo hebben ik en Dylan elkaar eigenlijk ook echt altijd, we waren zo hetzelfde level. En dan leerde ik iets, leerde Dylan dat.
ik was zo technischer, Dylan was zo minder bang. Ik was dus, zo gekker. Ja, dus gekker. Altijd aan Dylan, als Dylan iets deed, was ik zo, fuck man, waarom doet hij dat? Hij is gek en dan moest ik dat ook doen. Bijvoorbeeld zo altijd zo met zo'n gaps van zo'n hoge dingen springen. Ik reed altijd aan, ik keek zo, ik twijfel. Dilla komt daar aan en springt direct naar beneden. Ik zo, motherfucker, dus ik moet zo, dat, dat moet ik dat ook doen. Nee, en, maar dat is echt goed om zo iemand te hebben. Om tuurlijk. Daarom zijn vaak mensen die zo broers hebben, die zo'n sport doen, altijd zo allebei. Zo ja, doen. Daarom Kate, Rutolo, fucking... die helpen elkaar toch. Rutolo Brothers. McClung Brothers. Dat is het ding. Ja. Nee, maar die drop-in dus, dat is echt gewoon inderdaad een... Dat is gewoon eng, omdat je echt zo staat met je teel op die ramp. En je moet echt gewoon zo heel je gewicht naar voren gooien. Want als je twijfelt... Oh ja, als je twijfelt, dan ga je zoals Charles. Hij is al eens mij beland. Maar Charlie, ik heb hem proberen leren droppen. Maar hij is wel echt, ik zweer het... Applaus daarvoor. Number one strijder met indroppen, man. Want doorzetten. Gewoon gaan, joh. Ik heb nog nooit zo vaak iemand dezelfde fout zien maken. Okay. Maar hij heeft echt scheid. We waren gewoon snowboarden in Landgraaf. En dat was mijn eerste keer ooit op een snowboard. En Charles had het wel eens een keer gedaan. We hebben dat één keer toen hier in Antwerpen gedaan. Ja, maar voor de rest ook niet echt experience. Heel mijn knie naar de tyfus. En we gaan, ik was nog nooit op de berg geweest, toch? Normaal gingen we zo naar die kleine piste en even zo wat oefenen, zien of je iets kunt, toch? En zo, kom gewoon naar de grote berg. Zo, shit. Hey, let's go, toch? Fuck it. Ik ga niet alleen naar die kleine berg en alleen een beetje oefenen. Ik weet niks wat ik moet doen, toch? Ik kan niet eens leren voor mezelf. Zo. Dus, hup, mee naar boven. Wij komen boven bij die berg aan. Alright, ik zo, fuck. Wat moeten we nu eigenlijk doen? Hoe werkt het? Ik heb jullie een beetje uitgelegd, toch? Van, zo moet je stoppen. Bij jou hebben we daarna nog een keer een maas. Wij waren nog een keer daarvoor gegaan. Yeah. Toen konden we al helemaal niks. Maar toen bij jou konden we dat ook niet, omdat dat was het toen ook weer even geleden. Tenminste, ook weer voor mij, toch? Oh, dat was daarvoor? Ja, daarvoor zijn we ook nog één keer. Zijn we ook nog geweest. Toen kon jij niet volgens mij. Of ik weet niet wat het was. Maar toen waren we van boven en we keken naar beneden en ik zo, hoe ga ik hier remmen? Als ik niet kan remmen, dat is toch het eerste dat je moet leren, gewoon remmen. Bro, wij gaan op dat bord en Michael, hij trekt mij zo half mee en hij zegt oké, en nu moet je gewoon rustig remmen. Ik zie zo, hoe moet ik remmen? En hij laat mij zo los en ik ga zo naar beneden zo fuck. Ik denk, ik moet mij eigenlijk laten vallen, toch? Kijk naar boven, ineens Charles. Hij is zo vastgeklikt. Hij gaat rechtdoor. Woem! Valt helemaal om. Kijk, ik zeg shit. Ik ga zo verder. Hij staat zo recht. Trek terug. Echt gewoon vlammen naar beneden. Dat was echt niet normaal. En op het einde van de dag, we hebben het echt. Gewoon door zo elke keer naar die boven de berg te gaan en opnieuw te gaan en weer ik zelf. Op het einde van de dag hadden we echt nog wel. Echt wel wat geleerd, om zo te zeggen, toch? We konden echt legit van de berg. Snowboarden werd je wel nog zo snel weg mee. Ja, we skiën, dat was helemaal... dat heb ik met school gedaan, want er was geen... Er waren niemand anders wat snowboarden, snapte. En voor ons een aparte teacher wou ze niet doen en dergelijke. Dus ik ook op die ski laten. Ja, als je wilt remmen, pizza punt maken en dan lukt dat wel. Ik ben heel die berg met een pizza punt naar beneden gelegen. Ja, bij mij is ook mijn schaatsen. Ik haat echt als mijn voeten zo apart zo. Ik moet echt op een plank staan nu. Maar met skaten is het denk ik, omdat jullie zijn daar zo jonger mee begonnen, dan heb je sowieso al minder schijt. Wij waren gaan skaten. Meer schijt. Ja, klopt. Nu bro, wij waren naar Spier 15 gegaan, daar heb je mij leren droppen toen. Ja, toen was ik ook 20, 21 of zo, maat. Ik ben al zoveel te conscious over alles. Ik was over alles te veel nadenken. Het verschil was bij jou en bij iemand normaal. Iemand in ieder geval normaal. Gewoon zo. Snap je, jij stond op die quarter en mensen normaal die staan daar en die kijken gewoon heel de tijd zo. Die kijken zo over die rand en dan zo. En dan zetten hun voet daarop, maar dan duwen die niet. En jij was gewoon heel de tijd. Je zet die plank. Jij gooit zo jouw voet zo om daarop te zetten, maar dan zo'n last moment zet hij die er zo toch naast. Maar dan, je gaat wel met die speed zo in die quarter op jouw knie, of jij zet die er wel op. Ja, maar ik zet mijn gewicht niet goed, dat je zo, ja. Maar heel de tijd gewoon opnieuw, gewoon zo op zijn knie, op zijn heup, op zijn... En ik kijk en ik zeg dat zo, het is allemaal gewoon commitment uiteindelijk, want in jouw hoofd zie je... Met jou gedaan. Ja, het is wel gelukt, uiteindelijk wel ingedropt, toch? Dat was echt top. Ja, dat was echt nice.
Ja, in je hoofd ga je zeg maar te veel naar voren hangen of naar voren vallen, maar je moet juist gewoon boven jouw wieltjes jouw gewicht houden. Ja, dat voelt heel... Want inderdaad, ik dropte in en ik was te snel dat ik weer recht naar achter ging, hangen, achter ging hangen, toch? Waardoor ik elke keer weer fout mijn gewicht had. Ja, en je moet gewoon je gewicht recht boven jouw bord houden. Gewoon. Ja. Maar dat is ook wel een ding bij skaten, dat ik het meeste hoor in de winkel van mensen die zo zeggen van ja, ik heb ooit geskate, maar ik ben ooit echt hard gevallen en dan ben ik gestopt. Altijd zo. De meeste zijn zo gewoon zo... Skaten, als je dat wil volhouden, je moet echt... ja, zo gewoon veel vallen en... vallen en opstaan is letterlijk van... Waar je ook een trick doet, je bent diezelfde trick aan het oefenen, hardflip, maar elke keer flikkert dat dek tegen jouw scheen. Of trick, man, daarom ben ik ook blij dat ik nooit zo gek ben beginnen doen. Bro, als ik die zie, ik voel daar gewoon, man. Maar nu wel, met jiu-jitsu is dat echt goed met mijn schenen, voor zo'n shin als shin en zo. Dat, is echt dat wel, ja. Je was de leg kicks te checken. Ja. Daarom, strong shins. Jij me zei dat vorige keer, toen hij zo via trainer was, waren zo dingen aan het doen met zo'n shit. En zo, mat, uw bot is echt zo scherp. Jij me komt ook nog? Ja, de laatste week minder, maar nee, maar uiteindelijk hij komt. Steady, gaan eens. Hij moet zijn respect. Ik stuurde pas naar hem, maar hij had ongeluk gehad. Ja, hij was aangereden. Echt? Met brommen? Met... Maar elleboog zijn gewoon lelijk uit, hè? Ja. Dat is een hele puist. Zo. Maar daardoor kon hij even niet komen. Anders, ik had al gezegd, als hij niet gaat trainen, kom bij mij langs. Mm. Ik moet er nog steeds... ik kan niet wachten, man. Ik zeg, ga mee. Ongeval. Violent fuck. Ja, maar gewoon een vriend van hem kwam zo ergens aangereden. Ja. En hij zag, door zijn vriend aangereden. Ja. Nee. En hij zag zo Geime. En Geime zei zo van, ik dacht dat hij ging stoppen. En hij dacht dat ik aan de kant ging springen, zo voor die grap. Dus eindstand, hij sprong zo'n last moment, dus en dat was echt zo voor zo'n korsak of zo'n drukcafé. En dan is die guy gewoon zo doorgegeven van zo shit, zo meteen mensen gaan nog bellen of zo. En mensen ook allemaal direct tegen Geheim zo van, heb je zijn nummerplaat, heb je zijn nummerplaat? En zo, ja, ik ken hem. Ik zo dom, hè. Dat was zo aangereden, ja, ik ken hem. Dat is mijn mat die eruit door. Dus dat maken we, dus dat niks. Ja, dat doen we denk aan... zo doe ik altijd, Matties. Dat is gewoon mijn boxer. Onze guest van de afgelopen week, van de vorige week, Sam, die heeft ook een, ook een accident gehad. Ook een aanrijding. Ook een aanrijding gehad, ja, met de brommer. Kijk uit, had hij ook heel veel geluk gehad. De bijwerkers, bad luck. Ja, daarom. En kaal en aangereden. Ja, best wel kaal. Ja, en ook al niet zijn fout, hè. Het was, Ja, het was niet zijn fout, inderdaad. Ja. Ja, Geime was wel een beetje zijn fout. Waarschijnlijk. Ja, altijd goed opletten, want het moet inderdaad niet jouw fout zijn voor iets ergens om te gebeuren, toch? Ik zie genoeg voorbeelden online, of met reels, of whatever. Mensen die gewoon, weet ik veel, accidenten maken door andere mensen, toch? Bijvoorbeeld soms op de highway, door te pinken en ander moet remmen en die glipt helemaal uit en gaat tegen de muur en zo. En die ander die eigenlijk alles heeft veroorzaakt, die zit gewoon rustig te rijden, weet ik veel, nog te bellen of zo, wat hij aan het doen was. Maar er fokt altijd gewoon iemand op de weg, toch? Het is altijd door slecht in te voegen of iemand er niet tussen laat, waardoor heel de system, de ritssysteem, opgefokt geraakt. Ja, ja, man, ik snap het. Mensen kennen die reis. Ik snap, in mijn hoofd snap ik zo niet hoe dat er elke dag file kan zijn. Ja, misschien omdat er zo te veel auto's zijn of zo, maar... Zou je die aanrijdingen die je altijd ziet, hè, die meestal uit Rusland komen, en die plaatsen, zouden er daar gewoon meer gebeuren of hebben ze daar gewoon in verhouding veel meer dashcams? Veel meer dashcams, want daar is het ooit mee begonnen, met Russian dashcams. Ik kan me dat herinneren in 2015, echt mensen die mensen met villa die gewoon over hun voetpad gingen rijden, of echt voor honderden meters lang, waar er wel fietsers waren en zo, schijten. En dan kreeg die ze allemaal zo van die... Wat was zo'n grote sticker die je zo echt moeilijk even je auto kreeg, toch? Dus als die mensen zagen, dan gingen die blokkeren op de weg en zo. En dan werden die mensen helemaal lijp. Ja, die mensen. En dan gingen ze zo een sticker op die auto doen en dan kregen die ramper even en dan worden die zo helemaal mad en zo. Ja, die kanaal, dat kende ik ook nog, Echt een oldschool kanaal, eigenlijk. Ray Willem Johnson. Equals three. Ja, die waren ook echt big, hè. Zo. Dat ging helemaal fout na een tijd, hè? Ja, ik heb daar laatst bij iemand heb ik daar een heel story over gehoord. Ik weet niet meer bij wie dat was. Oftewel bij Andrew Schultz, oftewel bij Impulsive of bij Joe. Dat iemand daarover begon, over
Equals 3, toch? Maar inderdaad, heeft ook... Ken je dat? Nee, dat was zo... begin YouTube-tijden... Zoek eens op. Ja. Begin YouTube-tijden, zo'n guy dat... begon met... die heet zo... Is gelijk aan 3. Ray William Johnson heet hij. Jij checkt eigenlijk. Ja, wacht, ik checkte ook altijd die guy met zijn stekels. Fucking stakels. A bridge in Norway. Ja, man. Ray came out of the car. Je had ook zo die gekke ijsreclame en zo. Ook, ja. Of die maar hij zei, was law everywhere. Hij heeft echt zo'n beetje de internetgekjes of zo. Een beetje compilaties en dan daar zo op commentaten gewoon, toch? Hij was echt early in de gewoon YouTube fame. Ja, Ray William. Was denk ik groter dan PewDiePie in de tijd. Oh ja, tuurlijk. Ja, toen de tijd wel. Hè. Toen de tijd was hij denk ik echt de grootste YouTuber. Ah, ja, zo ging die. Er was zo'n vrouw die had basically een 1 april grap gedaan op haar cousin. Mm-hmm. Dus dan heeft hij die gebeld. Ondertussen had Cops weer al gebeld en die staan daar aan de deur, toch? Cops met camera en al. Mm-hmm. En dan doen ze bij haar open en dan legt ze eruit, toch? Ze zegt zo, ah, zei Ellen. I shot my husband. Yeah. I'm cleaning up the mess. Let's go bury the body in Blackwater. Ja. Maar dat stuk ken ik echt van iets. Ja, dat is van Ray William Johnson. Dat is echt viral gegaan. Oh. Ja, die guy heeft wel... Dat was een 1 april grap, snap je? Helen was like, fuck this, Sally. I'm gonna call the cops. Oh, dat is vandaar, joh. Ja, dat is wel... begint eigenlijk. Ja, hoe ik die guy echt herken is zo toch met al die ja, met die foto's. Zo herken ik hem echt toch. Moet. Ja, ooit 2013, 2011. Het gekste dat ik echt laatste week heb Little gezien. Little Baby's Ice Cream. Ik weet niet of dat echt gaat gebeuren, maar er zijn zo, heb je gezien, zo The Line, die plannen. Ja. What the fuck is dat, man? Of wat ze daar in Saudi gaan bouwen. Die zijn echt bezig. Dat die gaan dat doen, bezig, hè? Er is een of andere die stad dat ze in een woestijn gaan bouwen, dat ze twee kanten spiegel heeft. Er zijn al mensen daar geweest. Dat is zo groot als Nederland of zo. Ja. Hoe noemt het? De Line Saudi-Arabië. Daarom, ik heb zo'n trailer zo, of zo'n video daarvan, maar in ieder geval de plannen van. Er zijn al mensen bij die spiegelmuren. Ja, de opbouw is in oktober van vorige maand gestart, maat. Daarom, ik had al een video gezien van motherfuckers die daar zijn geweest. Wie was het? Nee, dat was... gepland voor het 25. Er is nog zo'n ander spiegelgebouw, ook in Saudi-Arabië. Dat is die What is en the daar line? Was... die video, ja. Hoe heet hem? Mr. Beast is daar geweest. In een van zijn video's, dat hij op allemaal gekke locaties kwam. En één daarvan ook was al bij die line daar. Nee, dat was Dat was een ander spiegelgebouw, ook in Saudi-Arabië. For too long, humanity... Dit heeft echt trillions gekost. 500 triljoen volgens mij. Nou, dat ding. 500. Ja, maar zou je daar willen wonen? Ik echt niet, denk hoor. Maar je moet denken, dat is echt... Dit is toch echt zo'n ding, is Black Mirror aflevering. Ja. Je moet niet meer langer dan 5 minuten wandelen om alles te doen wat je wil. What the fuck? Je woont in een winkelcentrum. Ja. Buiten die line is geen life, hè. Waar is de zon? Ja, en ze zeggen van ja, maar je kan ze alle mooie natuur gaan bezoeken, gewoon op makkelijke afstand. Ja, zo gezegd inderdaad. Hier zien. Kijk dit. Dit is wel echt next level. Wat? Maar kijk, en er is ook niks dat je van fucking plek dat... Wow, yo. Maar daar was ook al veel over die zero carbon, van ja, maar hoe ga je dat bouwen, zero carbon? Ja, I mean. Bomen planten. Ja. Dat is tegenwoordig, die doen er allemaal mooi een verhaaltje over maken. Hetzelfde als dat die zo'n veggie zetten op zo'n spul, dat sowieso. De Eiffeltoren kan er een miljard keer in. Het is gewoon zo groot als de Empire State Building, maar dan 170 kilometer lang. What the actual fuck. Ja, dat is een mooie... Wat? 2025, toch? Maar dat is toch veel te snel, houden. Dat gaat nooit in 3 jaar kun je deze bouwen. Maar je hebt gezien wat voor omstandigheden ze in Qatar moeten werken. Ja, ik ben nu ook wel benieuwd hoe ze met kinderarbeid. Maar weet je wat ik ook aan denk? Ze gaan zo stiekem zo die... Ken jullie die film met Justin Timberlake met die time zone? Ja, zo? Dat is echt dat. Ze gaan daar ook wel zo zien tussen stoppen. Daarom, ik zou ook als iemand die zei van ja, snap je, dat is letterlijk met zo'n levels. Waar denk je dat jullie gaan wonen? Van onder de grond. Ja.
Geen zonlicht voor u. Ah, je wilt naar de gym, dan moet je level 2 zijn, makker. dit is echt ja, cool, man. Het is crazy wel, hè? Want er is dus maar door één check gefund, hè? Ja, maar veel mensen callen bluff, man. Die zeggen dat kan niet. Zo architecten, ze zeggen, maat, hoe ga je dat maken? Snap je? Zo'n streak of zo. Ja, daarom. Dingen storen, snap je? Dat is echt gek. Maar daarom. Ja. Ik ben benieuwd, gewoon. Ik zeg dat ik het is zo extra. Ik zou zoiets snappen als ze dat zo systematisch aan upgraden, toch? Met weet ik veel, een klein gebouw zo maken waar ze alles op level. Ik weet niet, maar meteen naar een fucking heel. Maar dat is ook wel zo die Saudi's way of zo showing. Zo van, kijk, wij kunnen het eerst. Ja, maar begin met een mal of zo, toch? Dat hebben ze al zo Dubai. Maar dat is niet zo, toch? Maar dit is helemaal gek, ouwe. 500 biljoen. Niet triljoen, biljoen. 500 denk biljoen. Ik gewoon, we gaan de Berlin Wall namaken, maar dat heeft ook wel even geduurd. Maar België past er nog niet eens in. Nee, of juist niet. Nog niet eens. 9 miljoen. Maar ik vind het toch wel gek. Ja, is wel gek voor in zo'n klein muurtje. En je kan in 20 minuten van vers naar de andere gaan. A naar B. Dat is niet in België, hè? Ja, 9 miljoen mensen in zo'n inderdaad, je zou er toch niet willen wonen, maat. Hoe kun je daar 9 miljoen mensen in stoppen? Zich stinken, man. Ja, en ik dacht ook al zo van, denk je dat honden mogen? En nu hebben ze al een probleem met de waste system. En in Dubai heb je echt er is je niks. Hebt gewoon geen riolering. Dat moet elke dag moet daar de zo'n wagen rondrijden, zo'n scheidwagen bij gebouwen, flatgebouwen. Ja, daar komen die leeg moet echt pompen. Hotels leegzuigen. Hè? Elk hotel wordt leeggezogen, want die hebben geen riolering. Het is gewoon gebouwd op een woestijn. Dus daar, waar gaat in die lijn al het poep naartoe? Naar de zee. Ja, moeilijk. Ja, tuurlijk. Er staan voor ze maken zo meerdere muren, maar dan zo connected met elkaar. Dus bijvoorbeeld, hè, er is nu een muur zo. En dan komt er een muur zo en een muur zo. En in het midden is een groot middelpunt, om het zo te zeggen. Met, I don't know, wat ze er allemaal gaan doen. Septische put. Nee, septische put. Eén grote. Dit is echt Black Mirror episode, man. Okay. Ja. Black Mirror ken ik niet eigenlijk. Ontslag. Ja. Buup, nieuwe plek. Ja. Alleen de best kunnen blijven. Nee, Black Mirror is gek, man. Die hebben wel echt gekke. Je hebt allemaal sketches, basically. 40 minuten episodes. Is dat, bijvoorbeeld zo een episode met zo'n guy die zo bijvoorbeeld zo wakker wordt in een artificial room, om zo te zeggen? Ja. En zo moet gaan fietsen voor zo... De classic, Charles. Nee, ik denk dat ik de hardste episode vind... met dat je je memory kan opnemen, man. Denk dat of die gamma. Dat hij zo die game moet spelen. Zo die, dat hij zo betaald gaat worden voor zo, ja, die moet die nieuwe VR-technologie testen. Ja, klopt dat hij daar in die fucking fucked up game komt. Ja. En dan die is ook wel ziek. Die hard drive space van jouw hoofd kan uitlezen en shit. Nee, dat hij gewoon zo in een horror game terecht kwam door zo'n chip in zijn hoofd. En dan die was ook vet. Gaat hij zo dood in die aflevering, zo voor spoilers. En dan, snap je... lijkt dat zo alsof hij daar echt dood is gegaan, maar uiteindelijk is dat toch niet. Dan is dat gewoon zo, gaat hij uit een simulator, toch? Ja, en dan gaat hij zo zijn moeder zo zoeken of zoiets, omdat hij daar al zo, ik weet niet, echt zo'n ding is. Maar dan ineens zie je zo de echte shot dat hij gewoon zo daar is op die grond ligt. En dan zo, dat was 3 seconden. Maar hij heeft zo'n hele zo'n trick gehad. Dat is crazy. Toen ben ik aan die aflevering van Rick and Morty. Dat is ook zo... Weg en dan zo... Dan de seconde zo gezicht in die tijd. Oh, you hit 45 of 55 years of age. But you wasted a lot of time with that fishing stuff. Rick and Morty, echt mooi. Wie was er ook... Was die schrijver nu gestorven van Rick and Morty? Ja, een van die guys. Ja, toch? Zonde, man. Maar die nieuwe aflevering zijn wel echt goed. Zijn er weer nieuwe afleveringen? Ja, zijn er weer? Seizoen 11 dan of zo? Nee, 5 of 6. Of 6 seizoenen, ja. Zo, is een echt nieuw seizoen al uit. Oh, een goede aflevering, kan je zien. Ja, man, wel echt een goede serie. Ja, Rick and Morty is wel echt. Ik ga ook ver, man. Ik kan me nog iets herinneren dat in het begin van die serie had hij zo een planeet achtergelaten, bij mij weten. Had Rick and Morty een planeet achtergelaten en gewoon voor wat het is, toch, met die planeet. En dan in
twee seizoenen later. Ja, volgens mij dat Survivor zou zo zijn. Ja, dat volgens mij Morty met zijn zus met de kastje vecht. En dan komen die in zo'n prehistoric precies tijdlijn. Ja. Maar waar dat eigenlijk Rick en Morty, waar die vorig seizoen uit weghaalden, eigenlijk weg zijn gegaan en eigenlijk heel de wereld... Je haalt alles van Rick. Ja, ja, dat doen die veel. Die universe zo, hadden die verlaten. Nee, ja, ja, en zo, ja. Zo. Er zijn ook echt zoveel theorieën al van zo, omdat je soms hebt zo die center waar zo soms alle Rick en Morty dat er al eentje gewisseld is. Ja. Of zo. En dan zijn ze al zo theorieën van, ja, maar die evil Morty is eigenlijk zo de baas. Dus echt zo mensen hebben echt al zo'n crazy theorie over heel die serie. Van, ja, eigenlijk zit maar dat zo die creator is toch wel echt geniaal, maat. Hij komt echt met concepten. Zieke shit. En het feit dat hij heel die multiverse en dingen ook zo aanpakt. Ik vond dat nu gewoon zo fascinerend. En dat bij die podcast van Neil deGrasse Tyson, bij Joe Rogan. Die is echt net nieuw. Ik denk dat die gisteren of die dag daarvoor is geüpload. Mm-hmm. Daar praten ze daar ook over, toch? Is dat het feit dat ze op een gegeven moment was het ontstaan van een wereld. Ik ga het totaal niet zo gecrediteerd kunnen praten daarover, snap je? Hoe zeg je dat? Credible daarover kunnen praten als hun toch? Maar waar het op neerkwam is dat ze vroeger... Nee, nog net niet. Hè? Vroeger dachten ze dat de Big Bang alles was van de wereld. Dat was the beginning of the universe, toch? En dat was the end all be all, the beginning of everything. Yeah. Maar ineens kwamen ze erachter van... Ah, dat is maar de universe, toch? Er zijn meerdere universes dat de multiverse maakt. Dus er is in de multiverse is er een Big Bang gebeurd. Dus waar eerst alles van origine van de Big Bang komt, zijn ze er nu ineens achter van... Oh shit, dat komt gewoon van multiverses, toch? Maar in multiverses zitten ook parallele dingen, tijdslijnen, dingen dat... Ja, alles dat hier gebeurt is in exact dezelfde order al gebeurd, maar dan ergens anders aan een andere plek, toch? Dat gaat echt zo ver en echt gek. En ik vond dat die van Rick and Morty, die was daar eigenlijk al... Diep in, hè? Heel diep in, man. Die legt daar mooi uit. Ja, die heeft daar echt heel veel shit over. Zelfs Neil deGrasse Tyson, die zei ook van, maat, ik weet ook niet hoe ze dat er precies in elkaar zitten. Nee, absoluut. We hebben wel wat daarvan gezien. En ik vond dat ook mooi om te zien dat... Zelfs over echt biologie, waar dat Joe dan wel iets meer knowledgeable in is. Hè, dat Neil deGrasse Tyson ook gewoon niet zoveel daarvan af weet. Terwijl dat iedereen denkt, van, oh, hij is zo slim, hij is zo'n scientist, hij weet alles. Ja, op zijn vlak. Als het dan gaat over hoe dat er karpers toe zijn gevoegd aan het water ergens om de natural balance van de algen te balanceren, inderdaad, dan... weet hij daar weer niks over, toch? En dan leert hij ook weer dingen bij. Dus ja, dat is wel mooi om te zien. Ja, daarom. Nee. Kan echt expertise zijn, specifiek op, zeg maar, de universe. En dat is hij ook. Hij is een scientist die zich heel zijn leven daarmee heeft beziggehouden. Maar dat laat ook weer zien dat niet iedereen alles weet. Ja, maar dat het zelfs nog verder gaat. Misschien hij weet het nog. Een mooi bruggetje naar waar we ook heel veel dingen samen mee hebben gedaan, is het trippen, toch? Dat is ook wel vind ik een nice onderwerp waar ik wanted to pick your brain, toch? Want jij bent ook wel een grote proponent voor om af en toe eens een champignonnetje te trippen, eten. Niet trippen? Don't do drugs, kids. zo met psychedelics heb ik al wel een beetje ervaring. En... ja, ik ben zeker voor. Ik denk inderdaad dat iets is, misschien niet voor iedereen, maar gewoon voor mij is dat echt een goeie om af en toe, dan pak ik daar een portie van. Nog ineens zo veel. Vroeger waren we altijd zo gewoon, we willen echt gewoon trippen. En nu pak ik ook vaak gewoon zo, volgens een keer een paddenstoel, om dan gewoon zo een beetje zo die lichte effecten te voelen. En dan ben ik, in ieder geval bij mij, ik merk, ik ga veel sneller stretchen of zoiets van mediteren. Ja, je voelt je gewoon beter connected met zo van, oké, deze zou ik moeten doen om in de toekomst al een betere versie van mezelf te zijn. Ja. En daarom ben ik echt van de gewoon mushroom, zeg maar. En pizza funky. en voor de rest ook al een keer LSD geprobeerd, heel de mikmak. Maar ik vind shrooms wel zo tot nu toe de meest natuurlijke source of, zeg maar, knowledge. Het is wat je zegt, je leert echt zo in te tunen met je body, toch? Of dat nou met denken is, met meditatie, stretching is, of whatever, toch? Het geeft je wel een andere relatie met je lichaam, toch? Ik wel echt nice vond. Ja, toen daar in Berghem zijn we daar redelijk wat...
daar hebben we het ontdekt. Ja, daar hebben we het een beetje ontdekt. Ik weet ook, de eerste keer, jullie hadden het al gedaan. Ja. En jullie waren in mijn maat truffels. En ik was altijd zo... Skeptisch, hè. Ja, wij twee waren zo van, don't do drugs, man, just a little weed. Het ding was gewoon, inderdaad, ik had zo misschien een keer gesmoord, en ook nog niet zoveel. Of ja, toen begon dat, toen waren we zo net, ja, zo hardcore thuis, toen begonnen we echt wel te smoken. En eindstand, gewoon het ding was, ja, ik snapte, je hebt ouders, en die zijn ook zo van, ja, oké, dat is de limiet. En mijn ouders waren, mijn mama was vooral zo, als je ooit nog iets anders doet. Dan wordt er niet afgekomen. Ik heb dat wel eens op bezorgde ouders. Ja. Dus ik was altijd zo van, toen hun de aanbod, en ik dacht gewoon alleen aan, maat, ik kan mijn moeder dat niet aan doen, toch? Zat er van. En op een gegeven moment, jullie waren gewoon zo van, maat, maar dat is echt geen drugs. Jullie waren extra bij, dat is op boos aan het worden van, pak die shit. En uitstaat, ik was zo, oké, pak voor mij ook een keer portie mee. En toen was ik zo, ik kan gewoon die halve eten, en dan zie ik wel. Dus ik eet zo die halve portie. Was dat in Bergen? Ja, Bergen. En, was dat die keer dat we... Ik weet niet, dat was één keer dat we zo'n halve portie en volgens mij was jij en Ibi daarbij, dat we gewoon met vier waren. Ja, dat kan wel. Denk dat misschien was dat de eerste keer. Misschien was dat gewoon met jou inderdaad, dat kan wel. Denk toen met vier, want ik weet jouw eerste keer, kan maar zo. Ja, ik weet alleen nog, wat ik echt herinner is dat ik toen dat begon in te kicken, echt zo even was van, oh, spannend. En toen dat er echt zo bezig was, ik zei direct, maat, waarom heb ik maar die halve ja, ja, waarom heb ik maar een halve portie? Ik was zo, shit. Maar ik was gewoon zo op de bank, zo kap op en dan zo in mijn teek. Ik was gewoon zo helemaal zo weg. Gewoon zo, ja. Maar in ieder geval, ik denk dat mushrooms gewoon een beetje een soort zo een pathway naar je hersenen openlegt. Dat je eigenlijk altijd aan kunt, maar door meditatie, flow state, zet, al die dingen. En dan connect dat gewoon veel makkelijker. Ja. Maar ik denk bij alles, je moet dat leren balanceren, toch? Want we hebben ook een tijd zo echt zo van, oké, dan wouden we altijd trippen, omdat we het net dat leuk vonden, maar dan merk je ook van, oké, dat werkt niet. Ik ga niks voelen als ik niet terug die tolerantie opbouw. Ja, ja. Maar daarom vind ik het ook zo nice, want je zei van, bijvoorbeeld, dan neem je dat, en zeker bij lagere dosissen, hè, dan is het eerder een microdose, maar dan ga je veel meer denken aan wat kan ik doen om mij nu, maar ook in de toekomst beter te gaan voelen. Mm. Stretchen, je gaat breathing exercises, je gaat mediteren. En ook, ik weet nog een keer, zet er bijvoorbeeld ook normale dingen, zoals dat je bijvoorbeeld, normaal kijkt je een YouTube video of tv, en je staat niet stil bij zo van hoe zot dat is eigenlijk. En dan een keer, ik had zo micro, of ja, zo gewoon shrooms gegeten, ik was thuis, en ik keek zo die Autonomy of a Fighter van Khabib, daarin dingen, maat. Dat was zo spannend en ik voelde al echt zo, man, ik was daar, zat zo echt zo. Je laat zo, je hele lichaam is veel meer connected met zo alle senses. Terwijl normaal zou ik dat kijken en gewoon zo heel te zo met gsm, dit en nu, ik moest echt kijken en ik was helemaal in die story. Ook al wist ik wie er ging winnen, dat bleef zo spannend. Maar ik heb het ook met jou toch? Uh-huh. Met FKJ-concert. Ja. Dat was echt gek. Hij komt naar Brussel. Echt? Ja, klopt. Ja. Zo, wanneer? April, denk ik, of maart. Maar moet eigenlijk, als mijn loner is, ga tickets bestellen. Nee, maar inderdaad, we waren naar FKJ op tv aan het kijken, toch? En ik denk van, fuck, ik ga gewoon voor die tv zitten. Maar dat was ook zojuist, volgens mij een live performance, waar ook gewoon mensen in een museum, volgens mij. Sessie in die kerk. Ja, in die kerk, iedereen zit daar. En ik zat daar ook zo, en ik zat precies gewoon bij die mensen, gewoon naast die mensen, gewoon lekker aan het genieten. Dat was echt... Daarom. Zo mooi. Maar het is inderdaad setting. Gewoon jammer dat daar zo die label van zo drugs aan hangt. En dit. Maar uiteindelijk snap ik dat, want in films, bijvoorbeeld vroeger ook, wat verwacht je als je paddenstoel eet, zo gegaan, wow, olifanten zien vliegen. Dit en dat. De roze olifant. Ja, dat kan zeker gebeuren, maar die komt niet iedere keer, jammer. Die komt niet altijd langs, soms is die ergens anders. Ja, voilà, die moet ook een keer ergens anders zijn. Maar dat is een easter egg, je moet wel gelukkig wel zien. En het is vooral inderdaad, en ook het goede vind ik, in ieder geval, ik heb voor de rest niks van andere drugs gedaan, buiten gewoon psychedelics en een beetje gesmoked. Beetje. Maar en alcohol, dat is ook drugs. Want ik weet niet meer... Zo'n boek volgens mij van Russell Brand over zo'n addiction zei hij ook van, ik haat het dat ze altijd zeggen drugs en alcohol, alsof alcohol zo geen drugs is. Drugs en alcohol ook, hè. Ja, dat mag ook niet. Maar zeg maar een meer een medicatie of een
zelfhulp. Ja, tool is dan tool. In plaats van drugs waar je zo, ah ja, daar was ik van, zo ecstasy, zo zeggen mensen altijd, ja, maar daar kun je echt niet slecht op gaan. Dan ben ik zo van, ja, maar daarom fuck ik daar niet mee. Van, als dat niet pure is, van kijk, als ik echt, laat me zeggen, diep van binnen, ik heb zo allemaal guilt en dit en dat, en ik pak die drugs en ik voel me gewoon happy. Tegenover als jij shrooms gaat pakken, maat, die gaat al die dingen aan u laten zien van, hé, hey, weet jij nog, heb je dat gedaan? En ja, die gaat u laten werken van, hé, hey, hier moet gaan werken. Nee. En daarom vind ik dat ook echt nice. Ga echt dingen naar boven halen en inderdaad meer aan jezelf beginnen werken dan gewoon te feesten en zo. En daarom, want ik denk ook als jij mushrooms gaat pakken op een feestje, je bent snel thuis, omdat je dan beseft van, wat ben ik hier aan het doen, zelfde, die... Of jij moet echt super leuk zo een chille muziekparty hebben, maar ik denk anders mushrooms op een feestje. Nee, maar het is ook nee, maar zo. Hoe dat je neemt, hè, de setting die je er voor jezelf, zeg maar, voor klaarzet of hoe dat je het approacht uiteindelijk. Ja, klopt. Maar ik denk ook dat mensen dat soms pakken met zo'n intentie van, ah, ik wil echt hard trippen, zien, ik wil zien. Ja, en dan zeggen die zo van, oh, ik heb niks gevoeld, denk ik, ja, maar... Weet je nog die ene guy, we gaan geen namen noemen. Dat was ooit een guy, een mattie van ons. En hij was bij ons en eerst keer shrooms. Hè, die mattie van ons vroeg van, ja, mag ik die mattie meepakken? Want die wilde echt proberen. Die echt benieuwd was, oké. Wij geven die gewoon zo'n halve portie of zo, gewoon van, probeer eens. En die man, hij was heel tijd stil. Hij zat daar zo in die bank te kijken voor hem. Maar je zag aan zijn ogen van... Was dat ook toen jullie de tram in gingen? Nee, dat was een andere keer. Maar dus toen, hij vindt zo die, hoe heet dat, zo White Sage. Zo die dingen waar je zo die room mee kunt krijgen. En hij begint dat zo aan te steken, maar met zo'n bunzenbrander. En hij zo... En wij zitten gewoon zo te praten. En ineens op een gegeven moment wij kijken, we zien zo heel die ruimte zo vol met rook. Hij had gewoon... Zo, normaal, jij doet daar een weken mee, maanden. Dat hij... Het heel dat ding... Hij had dat helemaal afgebroken. Heel die kamer vol met rook. En wij zo, wow, maat, moet dat niet zo helemaal branden? Zo, oké. En je zag echt, dat was gewoon... Hij was helemaal aan het vliegen, dus, Dag erna, wij vragen zo aan die mattie van ons, en wat vond die gast ervan? En hij zo, ja, hij zei dat hij eigenlijk niks van had gevoeld. En wij zo, niks van hij zat daar echt zo'n hele ding zo weg, hij wist niet wat hij aan het doen was. En in zijn ervaring was hij waarschijnlijk van, hij heeft dat misschien helemaal niet door gehad dat hij dat allemaal heeft gedaan, en hij was gewoon niet aware, of hij was gewoon zo van, hij heeft dingen gezien dat hij niet wou zien, en hij is zo van, nee, ik heb niks. Ja, het is hoe je het wil plaatsen, toch, want ik heb dat ook met veel mensen voor de eerste keer getript, en veel mensen denken van, inderdaad, het is dat super visuele, en je gaat allerlei leuke dingen zien, en whatever, maar soms is dat gewoon niet zo, toch, soms is het helemaal niet zo visueel, dan ga je gewoon meer in jezelf gaan denken, en... Ja, je moet dat kunnen herkennen dat ook een trip is, toch? Dat ook gewoon... Voilà. Maar daarom dan denk ik ook van, dat ligt er ook weer een beetje aan misschien, hoe hard zijn die overdag in tune met hunzelf, snap je? Soms zetten we... Ik vergeet vaak van, niet iedereen is zoals mij die zo dingen doet van, ik wil voor mijn gezondheid dit. Dat is voor sommige mensen zijn die dingen niet. Ze zijn gewoon zo van, ik ga werk, dit, dat, en die hebben niet die... momenten dat die even zo zijn van, ik moet even ademen, of zo, zat er gewoon die zijn gewoon heel dag zo blindfolded aan het wandelen, en dan ben ik zo, ja, tuurlijk, als die shrooms eten, hoe hard gaan die merken van, ik voel iets lamp hier. Lopen, ja. Je moet echt al wel zo'n beetje in tune zijn, en dan gaat dat nog nicer maken. Ja, hij zegt ook dat je met de dieet, zo van tevoren eventjes al moet opletten, toch? Of dat je toch al schoon eet, en niet te veel ook, hè, dat je het op een lege maag doet. Ja, er zijn een soort van regels, maar er zijn een beetje dingen aan verbonden, toch? Een beetje voorwaarden voor je beter te kunnen voelen en dergelijke tijdens die trip. Want ik heb ook zo iemand gehad die een beetje over expectation zet, om zo te zeggen, van die dingen. En dan snel ging zeggen van, ik voel niks. Yeah. En dan zo, uiteindelijk van, je ziet wel dat hij echt iets voelt, toch? En dan zie je even hard gaan. En dan is hij gewoon uit die piekmoment, dus na twee, drie uur. Allee, ik weet niet, we hadden toen truffels genomen, dus dat is iets korter toch dan shrooms. Dus na twee, drie uur was hij echt uit zijn piek. Maar het is niet omdat je uit die piek bent dat je niet meer aan het trippen bent. Toch? Dus hij was elke keer zo... Oh, ik voel niks meer. Maar dat killde mijn moed ook een beetje. Ja, snap ik, man. Maar ik ben nog aan het gaan en die bleven maar herhalen. En dan heb ik in een tijdje toch ook gewoon gezegd van, joh, als je echt denkt dat het gedaan is voor u, dan moet je even naar de andere kamer en gaan. Ik ga kassen of zo. Of doe iets dat je wilt, toch? Laat mij genieten. Ja, is goed.
we hebben echt nog rare geluiden gehoord op die kamer en zo. Dat echt zo half gaan kijken en dat echt nog zo op die laken zet. Zo, dat en zo is hij leuk. Ik wist al genoeg toch. Dat is gewoon even die. Als je uit die mindset gaat ook, dan gaat dat weer toch. Daarom. En inderdaad, ik denk dat er twee dingen zijn. Hoe dat jij erin stapt, hè, jouw intentie, hoe dat jij jou voelt, gewoon fysiek, maar ook vooral mentaal. En gewoon, hoe heb jij jou voor die avond of zo geprepareerd? Hoe is jouw set? Zo belangrijk. Want als jij bijvoorbeeld, weet ik veel, wat bier ook, en je hebt een mooie belichting, en het is avonds, en je hebt muziek op de achtergrond, en je hebt wat bordspelletjes, wat je met zo twee goede vrienden of drie vrienden kan. Snap je dan, die experience die je gaat hebben is heel anders. Ja, dan dat je in een tent zit zonder licht. Ja. ja. Nee, maar ik vind het echt wel een mooie tool. Ik ben er gewoon zo gefascineerd door, omdat het gewoon zo natuurlijk is, man. Ja, natuurlijk. Dat je er zo profounde dingen van kan krijgen. Ik had laatste story gehoord. Of nee, net eigenlijk, dat was ook bij Neil deGrasse Tyson, bij Joe Rogan. Ja. Dat de reindeer story van Santa Claus komt dus van een area waar dus herten waren. Waar er dus psychedelic mushrooms aan het groeien waren. Ja. Naar het schijnt hebben die rendieren zijn gaan vliegen, hè, omdat ze die mushrooms zijn beginnen eten, toch, snap je? Ja. En zo is een beetje heel die story gekomen. Ik vond dat wel funny, man. Het wordt zelfs in de natuur wordt het ook gewoon gegeten. Zo gek. Maar en daarom ben ik er altijd zo gefascineerd door, is dat het zo natural is, toch? En dat er inderdaad echt niks bij hoeft te komen kijken en waar je dan zo'n effect ervan kan hebben. En het feit dat je lichaam daar receptoren voor heeft, is ook gewoon... Het brengt je echt zo terug naar een natural primal state bijna, waar je echt gewoon je naked self bent. Ik had dat laatst in een nummer gehoord. Het is eigenlijk meer zo, psychedelics is meer van, je krijgt eigenlijk de wijsheid van generaties terug, van levens voor jou dat hier hebben geleefd en dat hun lessen hier hebben. Die informatie krijg je door via die psychedelics. Ja, ik ben altijd zo heel, zeg je dat, zo vrijgevig en zo, niks boeit u van zo, alles is goed. En zo meer van je besef van, kijk, ik moet meer bewegen en gewoon genieten van de tijd dat ik hier heb, toch? Zo, het zijn meer echt de belangrijke lessen dat zijn gekomen van misschien levens voor jou of zo, wat dat dan, ik weet niet, ik ben nou wel, is hij leeg? Nee. We kunnen ook... Moeten we... 6,5 uur opstaan. Is het al zo laat? Ja, het is half 1. Echt? We zijn even bezig. What the fuck? 2 uur en 40 minuten. Dat kan niet, maat. Misschien tijd om de Bluebell saga continues. De Bluebell saga. Ja, maar je bent sowieso een guest dat vaak terugkomt. Ik wist niet dat zo laat was. Yeah. Nee, ja, toch dan. Dat is wel goed zeggen. Was een leuk episode. Yes, man. Right. Thanks. Ja, sorry dat het even zo snel is. Deze episode is Ik had het lang niet